Ik weet ook nog dat ik vrijdagavond dacht, ik kan toch niet zo goed geloven dat ik morgen vroeg om tien uur van een binnenvaartschip de Rijn in ga springen. Het behoorlijk hoog hè? Ja. En wat ik leuk vond, je merkte op die boot dat iedereen dat een ja. beetje haatte, ja. holy shit man, we gaan zo ja. gewoon de Rijn Straks, in springen. Waar is het trappetje? Ja, ja daar precies, daar er is geen trappetje, nee. spring maar gewoon de Rijn ja. in. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over van theorie naar praktijk. Terugblik. ...cross Triathlon Renken. Het moest er maar eens van komen. Een slimmer presteren podcast Wedstrijddag. Want dat Gerrit en Jurgen, onder het genot van een kopje koffie, graag lullen over triathlonwedstrijden, is na 66 afleveringen wel duidelijk. Maar kunnen ze in de praktijk zelf nog een potje breken? Voordat we beginnen. Nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, yeah. Jurgen, yeah. goedemorgen. goedemorgen. Dit is denk ik een van de meest actuele afleveringen die we maken. Het is weliswaar nu niet ja. vrijdagochtend, het is maandagochtend. Anderhalve dag, twee nachtjes slapen na onze racedag, 28 augustus in Renkum. Hoe voel je je? Fit, hè? Fris. Ja, ja echt? Zeker. Geen uh, uitgestelde doms. Die leed ontzettend uh, nee, musselsoornis. Ja, Dat is al een beetje. hè? Op een schaal van uh, 0 tot 10. Uh vier misschien. Ja, het ja, ja. viel mij tegen. Ja. Ik stapte vanmorgen mijn ah. bed uit. De kuitjes zijn nog behoorlijk geprikkeld. gegaan dan Ja, nog. dat ja. gaan we ontdekken. Wat we gaan doen. Uh, twee dingen. We gaan even terugkijken naar onze race dag. En dan eens even, ik dacht twee dingen is leuk. Gewoon dat verhaal vertellen. Maar dan kunnen we natuurlijk mooi ophangen aan allerlei tips en tricks die we zelf hebben gedeeld in die afgelopen 66 afleveringen. En even toetsen of we dat eigenlijk wel goed hebben ja. toegepast. Goed. Uh, we hadden natuurlijk nog een soort battle. Uh, Gerrit tegen Jurgen. Eens even kijken wat daar uh, van terecht is gekomen. En om het helemaal uh, feestelijk te maken. Omdat we zo actueel zijn. Afgelopen weekend was ook een heel bijzonder weekend. Voor onze eigen Guido Vroemen. Zeker. Dus we gaan even zoomen met Vroemen. Om eens uh, te kijken. Nou, Jetse plat, won ja. goud op de Paralympische Triathlon. Terpstra. En Anne Terpstra werd tweede ja. in het uh, WK. Was dat, ja, was dat nou ook wereldbeker? Nee, dat was hey, het WK. Sinds ja. 1990 de eerste Precies. medaille voor ne uh, Nederland. Dus. dus ik weet niet helemaal of we hem kunnen bereiken vandaag. Hij zit waarschijnlijk nog in zijn roes, maar dat gaan we op het einde van de aflevering even doen. Ja, laten we bij het begin beginnen. Ik heb hem hier nog liggen. Uh, start nummer 31 met de modderspetters erop. Uh, maar eerst maar eens het voorbereidingstraject. Naar, uh, uh, oh nee, dat nog een heugelijke mijlpaal. Bijna vergeten. Afgelopen weekend hebt je mij een mooi overzichtje door ook. Uh, ik zag al in de, in de analytics dat ja. we ruim door de 80.000 downloads heen zijn. Wauw. vind ik een indrukwekkend cijfer. Een, uh, een heel groot uh, voetbalstadion. Ja, inmiddels. precies. Ja. Dus ik zeg op weg naar de 100.000. En uh, dat we opeens uh, in de top drie van hardlooppodcasts in Nederland zijn. Kijk. Gefeliciteerd, Jurgen. Ja. Goed gedaan. Ja, wij zijn natuurlijk uh, breder dan hardlopen. We hebben het ook over wielrennen, mountainbiken, triatlon en van alles. Maar uh, in het uh, rijtje hardloop podcast uh, doen we het goed. Ik hoorde dat ook even op Instagram. We kregen we meteen een hele leuke reactie van Werner. Werner uh, de Las Campos. Ik had het later pas door. Hij is uh, Werner van der Velde. En die schreef... <laughs> Mega toffe podcast hebben jullie heren. Uitroepteken. Ik luister altijd trouw. Omdat ik de wetenschap achter het presteren als fanatieke triatleet ook enorm interessant vind. Ga vooral lekker door zo. Nou, dan doen we dat. Ja, gaan ja. we doen. En uh, dit is in lijn met uh, nou, wat jou ook al opgevallen was. Vrienden van de show. Ja. Krijgen we meer en meer. Ik bedoel, het is nog steeds geen uh, stadion vol. Het zijn er nu twintig, ja. maar toch. Uh, Malice is erbij, Herman is erbij, Bernd, uh, nee Brecht is erbij. Dus mocht je nou niet weten waar we het over hebben, ga even kijken vriend van de show.nl/slimmerpodcast. Dan kun je ons ook uh, steunen, lid worden van de club en ook uh, financieel uh, nog veel meer podcast helpen. Maar goed terug naar afgelopen zaterdag. Um, Gerrit tegen Jurgen, was een beetje het idee. Patrick uh, Stastra, iemand die we ook ja. later tegenkomen, schreef op een gegeven moment toen we dit uh, bekend maakten, ook nog op uh, Instagram. Nog <laughs> wel een leuk idee om fans en vrienden van de show te binden. Een groter event inschrijven met twee slimme presterende teams, Team Heikoop, Team van Tevelen. En dan de tijden van de teams bij elkaar optellen. En zo een winnaar bepalen of zo. Vind je dat een goed idee? Ah, ik uh, ga voor Guido, die neem ik in mijn team. <laughs> Ik zei ook al, ik zei, ja Patrick, vind ik wel een goed idee. Welke, do, doe mee in Renko ja. zei die Nee, ik moet die zondag het NK voor de Masters lopen, 10 kilometer. zei nou, wil jij dan in Team Heikopen? Nou, dat uh, gaat goed. <laughs> ja, het was toch een beetje battle, Jurgen, of niet? Want wij kregen, ik kreeg ja, een dan, appje. Ja. Nou ja, Vriend ik ben van de show verrast, Remco. Oké, okay, prima. Ik bedoel... Leg die oude man er morgen maar <laughs> op, hebte die. Ah. Maar ik begreep nou, dat jij een vergelijkbaar ja, appje kreeg. Ja, ik zoiets, maar dan was het woord oude veranderd in iets <laughs> anders. Ja. ja, precies. Maar ja, het was wel gek. Hè? Want we gingen natuurlijk vooral uh, lekker samen sporten. Dat vond ik het allerleukste: dat wij samen een keer uh, naar buiten mochten. Uh, het is dat alleen we... maar een teken, denk dat mensen luisteren en daarvan iets opgepikt hebben. Hé, hey, de, de twee mannen gaan, uh, we gaan naar met elkaar uh, meten. Uh, ja, en, uh, en wat ik bijzonder vond, voor het eerst als slimme Presteren podcast samen naar buiten. Uh, we kwamen ja. wel meer luisteraars tegen. Allereerst uh, Remco Boy, ja. die woont in Renkum. Die liet ons dat al via YouTube weten, dat hij zou komen kijken. En uh, die hebben we uiteindelijk ook na de race... Nou, onderweg zijn we hem <laughs> ja, en na de race even leuk mee Net op het klatsen. laatste punt zo'n beetje, nog ja, 500 ja, meter te ja, gaan. Kwam ja, kwam hem tegen. Het een fijn punt wel om dan uh, een, uh, iemand te horen langs de kant die zegt... Uh, nog even. Hubjurgen, ja. Ja, je dus, werd herkend, hè? Ja. Ja, ja ik wist dat, uh, dat hij er zou staan. En uh, wat leuk was, even kletsen, hij doet eigenlijk niet aan triathlon, maar we hebben misschien toch wel een zaadje bij ja, hem geplant zeker. om uh, volgend jaar ja. mee te doen. Maar dit is een beetje opmaat om te zeggen. Ja, leuk die uh, battle. <laughs> de eerste aflevering waar ik even aan wil refereren, is aflevering 18. over uh, ouder worden en slimmer trainen. Dat was natuurlijk eigenlijk geen wedstrijd. Nou ja, als het al een wedstrijd was, dan kon ik alleen maar verliezen. Ja. Want we hebben daar geleerd dat met de jaren, uh, wat is het? Uh, 10%? Nee, een aantal procenten ja, leven nou, nou, je precies. sowieso. Dus in. Die, die gaan we ook meenemen in de nabeschouwing als we echt onze prestaties gaan ja, het vergelijken. Het is geen golf, hè, die met een soort volgen, handicap. Uh, dat is waar. Maar het verbaast mij wel uh, uiteindelijk bij de uitslagen. dat er niet een aparte 50-plus-categorie. Nee, is, er waren geen age groupers alleen mannen ja. en vrouwen. Hoe zit dat dan? Uh, Wanneer ja, dat die wel. ja, dat is bij sommige wedstrijden wel. Dat is volgens mij een keuze van de wedstrijdleiding. Nou ja, dan moeten we even teruggaan ook van het feit dat we bij de licentiehouders mee hebben. Uh, de... Ja, er, er viel wat te kiezen in Renkum. Ja. Er waren twee series op de kwart-cross-triathlon die wij gingen doen. Toch even voor de mensen die voor het eerst luisterden. Dat betekende dat wij anderhalve kilometer moesten zwemmen. 30, ruim 30 kilometer door het uh, bos moesten mountainbiken. Ja. Daarom heet het een cross-triathlon. En daarna ook 11 kilometer ja. hardlopen door de prachtige. Waarom dat natuur. nou niet 10 was, maar 11? Ja, dat, dat uh, heb ik onderweg ook ja, nog bedacht. Door, door het het rondjes. Ja, 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 ja. Maar goed, de, de, hoe dat ging, daar gaan we zo wel bespreken. Ik wil eerst de voorbereiding. Um, maar ja, dus ja, wedstrijd, wedstrijd, nee. Vooral samen. Ja, maar op, op. dat vond ik wel interessant. Want we kwamen teamgenoot Bart Nauta nog tegen. Ja. Omdat we wisten, hij zou ook meedoen. Ja. Maar dan bleek hij bij de niet-licentiehouders mee, mee te doen. En uh, ja, zijn opmerking zo voor de start, die vond ik niet zo fijn. Toen hij zei: Ja, waarom is dit? Ja, ik heb in het verleden wel eens meegedaan aan zo'n cross-triathlon als licentiehouders. Maar ja, dan word je zo voorbij gekacheld, gereden, gesjeest. Door uh, die echte mountainbikers. Ja, dat wil ik gewoon niet meer meemaken, zei oh, hij. Ja. Dan was en dan zat ik integreerd. onderweg bij het zwemmen al. Denk ik, oh, is het zo? Heb ik, heb ik me laten misleiden door Gerrit? Die zei, nee, je moet natuurlijk meedoen met de licentiehouders. Want wij zijn lid ja, maar van de niet. Ja, precies. Ik heb ook niet heel erg ja. over nagedacht. Wij zijn lid van de triathlonvereniging. Wij hebben een wedstrijdlicentie. Dus ik denk dat Dus toen dacht in. ik wel een beetje. Ah, heb ik me wel in de goede groep ingedeeld? En uh, wat zijn de consequenties als je... ja. Als je echt achteraan gaat bungelen, nou, dat ja. viel allemaal reuze mee trouwens. Nou, en dat is denk ik dan de eerste les of tip voor mensen die nog niet aan triathlons mee hebben gedaan. Ik hoor vaak dat mensen zich geïntimideerd voelen door de atleten en ja. de fanatisme. wat je daar ziet aan De, fi de en... fietsen ook natuurlijk. Ik ja. moet zeggen, ik was ook geïntimideerd door een aantal <laughs> atleten die ik daar zag rondlopen. En als ik in de uitslag kijk, er liepen ook een aantal echte ja. tipper, toppers in ons veld rond. Maar zeg ik dan altijd: dat is een beetje de top 15 van het veld of zo. En daarachter wordt het ja. snel relaxter, leuker. En doen heel veel mensen gewoon mee, omdat ze het zelf leuk vinden om te doen. Dus. Uh, eerste oproep uh, naar onze luisteraars, ja. kijkers, laat je niet intimideren. En ik vond het grote voordeel wel uh, dat we als eerste mochten starten. Ja. Kijk, als je dan midden op de dag om 11, 12 uur, ja, dan is je hele dag eraan. Dus ja. in dit geval, uh, <laughs> precies. Uh, ja. Gewoon exact. doen. Hey, kortom, ouder worden en slimmer trainen. Uh, jij had natuurlijk een paar jaartjes uh, voorsprong, achterstand, ik weet niet. Dus wat, ik, ja, ik had op een gegeven moment ook zoiets, ik kan alleen maar verliezen. Want als, als ik niet sneller dan Jurgen ben, ja dan. Uh, uh, verliest de jeugd. Laten we even inzoomen op de voorbereiding. <laughs> ik heb even wat, uh, wat afleveringen verzameld die wij hebben over trainen en ja. over voorbereiden. Uh, eerst de algemene, voordat we specifiek wat aspecten halen. Hoe, hoe was jouw voorbereiding? Mijn voorbereiding. Even teruggaan. Nou, ik was natuurlijk op vakantie, uh, twee weken in het uh, zeer uh, warme hete Kroatië, zonder fiets. Die had ik niet mee. Ik heb wel wat daar in de zee. Nou, dat is een, uitstekend. Gaat dat daar? Lopen, ja, daar is het eigenlijk te warm voor. Dus, nou, ik heb twee keer denk ik een stukje geholpen. Maar ik had zoiets, nee, even rust. En daarna heb ik nog, had ik nog drie weken, meen ik. Ja. Nou, dan ga ik net even wat meer doen. Dat ik weer even op peil ben. Dat ik alles in ieder geval volhou. En ik merkte ook dat ik niet meer dan dat kon doen. Het was dus niet dat je de ene laatste week nog extra wat dingen. Van even nog wat snelheid of iets dergelijks. Ik denk, nou, nee, gewoon bijhouden. En dan. Uh. Dus ik was in staat om anderhalf kilometer te zwemmen. Dat was ik zeker van. Ja. Mountainbiken, nou dat ging daar 30 kilometer prima. En dat. 10, 11, 12 kilometer lopen. Ging ook. Combinaties, helemaal niet geoefend. Ja, nee, daar precies. heb ik zoiets. Ach, daar moet je gewoon uh, over. Nou, ik herken dat die zomervakantie zit me altijd al in de weg. Hè. Dat is toch een periode dat je echt veel rustig aan doet. Ik had de fiets ook niet mee. Ik was vier weken ja. weg. Ik heb wel wat proberen te lopen. Kom natuurlijk uit anderhalf jaar van alleen maar werken, 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 geen wedstrijden. Dus ik ben sowieso al minder fit dan ik zou willen. Dus ik heb inderdaad geprobeerd te lopen. En ik heb in die laatste week nog snel geprobeerd wat zwemmeters ja, ja. te maken. Ja. Want dat had ik ook nauwelijks gedaan. En toen heb ik wel iets geleerd. Ik had voor de zomer natuurlijk nog mijn allereerste wedstrijd na corona. Was uh, Klaasina ja. Veen uh, invallen in de teamcompetities. Dat was helemaal. Uh, uh, nou ja, de, ongetraind zou ik maar zeggen. En wat me daar heel erg tegen viel, dat was opeens zonder pak. Oh, en ja. voor de mensen die het ja. niet weten, uh, als het een bepaalde watertemperatuur is, mag je in een zoet zwemmen. En dat heeft veel drijfvermogen. Dus dan drijf je en hoef je jezelf alleen maar voor te trekken. Sowieso zo nog hebben over het zwemmen ja. hier bij deze specie. Maar toen ik er in de veen, dan moet je dus en jezelf bovenhouden en zwemmen. Nou, dat, dat was helemaal <laughs> worstelen. Dus nu had ik het omgedraaid. Die, ik ben in het bosbad gaan zwemmen, lekker koud. En uh, open water, meer. Helemaal zonder triathlon, gewoon in een klein zwembroekje. Want ik dacht, dan nou heb ik dat zo zwaar mogelijk gemaakt. Als ik dan een pak mag, dan ja. valt het alleen maar mee. Dus dat heb ik nog gedaan. Ja, en verder even snel wat afleveringen af. Aflevering 1. Niet. Heb je getraind met een vermogensmeter? Nee, uh, nee doen we nog nee. altijd niet. Hè? Ik bedoel, mensen die trouw <laughs> luisteren, we schuiven op in onze complete afwijzing daarvan. Maar dat uh, hebben we niet ja, gedaan. Jij ja, al de Join-app uh, geïnstalleerd? Nee, ook niet. <laughs> ik ben. Langzaam wel nieuwsgieriger aan het worden, maar ik ben ook nu nog niet op de plek. Ze zijn 300 400 meter, hè? Of, Euro. Euro, Euro, bedoel ja, ik, ik ja. Steeds de, dus, nou. Maar goed, uh, aflevering drie: slimmer trainen door afwisselen. Altijd sowieso, hè? Ja? Zwemmen, ja, ja. Op die manier nee, ja, wel. Zo, ja. Maar het interval gebeuren. Kijk, ik, ja, dat zit bij mij. Nou, mountainbike vind ik per definitie een goede intervaltraining. Ja? Ja? Dat dat zag je nu ook weer eigenlijk. Het lopen is gewoon de ellende dat door die blessures ik eigenlijk nooit meer de sprintdingetjes durf oh ja. of doe. Ja, dat is. Uh, ik heb nog eens een keer op het strand meende ik vijf keer een intervalletje te moeten doen op blote voeten. En dan de vijfde keer schoot het dan toch in mijn kuit. Ja. ja, dus dan ik, ik ben me gewoon bewust dat bij het lopen, is het gewoon grijs. Ja. Trainen tegenwoordig, ja, 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 maar ja hoe erg is dat ook? Hè? Ik nou ja, mijn les hier vooral. Dat zijn we toen natuurlijk ook in die derde aflevering: is die vierde discipline, hè? De, de body boost, de uh, ah, ja. Uh, uh, ja. core stability, de buikspieren, rugspieren. Ik merk dat toen, twee jaar geleden, toen ik deze race deed, was, deed ik dat wel. En was ik daar veel sterker in dan nu. Ik voel ook, ik ben gewoon slap in mijn mm. koor. Dus ik had me wel voorgenomen, weet je wat, dan ga ik die laatste week heel veel buikspieren ja. doen. En allemaal rekken, strekken. Ja, is er niet van gekomen. Ja, okay. Maar dat heb ik wel echt gemist. Uh, heel snel, aflevering 4 hersenstimulatie, iets meegedaan? Wel, uh, nou ja, mentaal natuurlijk wel. Ja, ah, maar niet met stroom op uh, je hoofd, toch? Uh, wel, uh, podcast geluisterd en misschien zat er wat extra Ja, uh, nee, nee, Magnetische straling. Ben in je op hoogte stage geweest, aflevering uh, 16? Kroatië ging niet veel hoger dan 1000 meter. Ben Telt ik het niet, hè, een nee. aflevering 16? Ja, ah, toch placebo, hè? Daarom. Aflevering <laughs> 28. Oh ja, gaat over wat uh, als trainings niks meer met je doet. Dus af is, dat zei je ja. net al, weinig, te weinig. Ja. Ja, ik heb... Dus dan heb ik inderdaad soms. Dat ik denk, ja, die training doet niet zoveel met me, maar het maakt niet zoveel uit. Dus, nee. uh... ja, ik, ik kom van een niveau dat ik denk, ik ben al blij dat ik ga trainen. Laat staan, ja. kwalitatief goed trainen. 31. Uh, over de het belang van slaap. Powernepjes en goed slapen. Heb je daar wat aan gedaan? Goed geslapen, sowieso. Ook uh, eigenlijk de hele week ervoor. Ja. Ja. Dus dat was wel fijn. Ik ja. kwam uitgerust aan de start. Ja, ik Hoe heb. Dat ik heb de week ervoor vrij goed geslapen. We hadden een hele intensieve werkweek. Ja. We hadden een groot wetenschappelijk congres, wat ik moet presenteren. Maar daar was ik wel heel hard aan het werk: 16 uur per dag aan het werk. Maar die andere 8 uur ook wel echt aan het slapen. Dus dat ging wel aardig. De uh, nacht van donderdag of vrijdag was wat minder. Daar kan ik veel zo nog iets over zeggen. Uh, maar ik heb toen wel vrijdag flink aan de heb gezeten. Ik heb tussen 11 en 4 op bed gelegen. Dus dat, okay, uh, ja, ik hoop is, uh, dat daar mijn rust nog wat handig. gepakt heb. Ja. Hey, en toen, en dan kwam ik vanmorgen achter, aflevering 39. Uh, zinvol of onzin van een ademhalingstrainer. Wij kwamen in die aflevering tot, tot de conclusie dat het best wel ja. zinvol kan zijn. Heb jij hem uh, gebruikt? Nou ja, bij het zwemmen natuurlijk. Hè. Als je dan ja, toch 1 op 3, 1 op 4, 5 Nee, Maar als ik in bad lig, ga ik altijd nog even kijken hoe lang ik. Uh, water kan. Uh, in een zwembad. Ja. Ik moet zeggen, ik, ik heb het me wel. Uh, ik, het is wel door mijn hoofd geschoten, maar ik heb hem niet besteld. Dus daar, ja. daar ligt nog ja. iets te pakken. Ja. En tot slot, ik dacht, we moeten iets. We hebben acht lever, <laughs> afleveringen doping specials. 50 tot. Uh, nee, wat is 42 tot 50. Toch even checken. Heb jij iets met doping gedaan de afgelopen weekend? Ik heb het gevolgd nog steeds. Uh, nee, ja, de koffie, cafeïne. Ja, precies, zeker zo. Nee, maar, dus dat um... was onze voorbereiding, ja. zeer matig. Ik uh, moest wel lachen. Ik was in Frankrijk aan het trainen en ik meet nog steeds netjes met die HRV-app iedere ja. ochtend met de HRV. En uh, toen zei die app al: doe vandaag maar even rustig aan. <coughs> Had ik niet gedaan. Dus ik ging helemaal nat. Dus ik schreef dat netjes op de erbij. Ja. Toen kwam Marlies, ja. vriendin van de show. Die reageerde heel scherp. en zei, ja, ik heb zo'n podcast met allerlei <laughs> tips. En ik doe altijd gewoon netjes wat die twee muppets zeggen. <laughs> ja. Ik zei, oh ja, misschien moeten we ons eigen dogfood uh, beter eten. Ja, wat ik wel gedaan heb. Ja. Ik heb een parcoursverkenning gedaan een week van tevoren. Ja, die heb je ook netjes in de appgroep gezet. Ik heb dus wel ik alles heb... wat ik daar geleerd heb uh, met jou gedeeld. Ja, dat vond ik wel fijn. Maar uh, ja... Als je, <laughs> super goed, want als ik dit zo kijk, denk ik, oh nou ja, leuk. We kijken ze op YouTube we hebben leuk nu het, op en af. in 3 D. Ik uh, had bijna. Het uh, is een bmx parcoursje. Dat dacht ik eigenlijk. Dus het is lekker kort, lekker een beetje wat bochten en een ja. beetje op en af. Ja, ja we hebben de aflevering over de kracht van visualiseren nog niet gemaakt. Je hebt natuurlijk in Sportlabs de daar ook ja. veel met andere vingers van vloggen. Ja, precies. Dus dat is heel normaal om uh, of live zelf dat te doen zoals jij doet, of middels een, een opname met een uh, 360-graden bril, iets dergelijks. Ja. Om eigenlijk, uh, of ja, videobeelden die je van tevoren zijn opgenomen. Ik kan. Gewoon het hele zeggen, parcours, elke bocht. Ja. En dat je dan ook weet van, ah, hier kan ik doortrappen in de bocht. Ja. Hier moet ik inhouden. Nou ja, dat is Ik daar heb valt dat heel gedaan. veel wind. Ik doe halen. het altijd. Ofwel op de kaart, hè. Ik visualiseer letterlijk, weet ja. je wel, links, haaks, links, als het kan. In dit parcours, voor de mensen die meekijken, kon dat niet. Want dit was echt letterlijk een dolhof. Ja. Ja. Zo verschrikkelijk veel bochten. Um, en ik ben gaan rijden. En ik moet zeggen, tijdens de wedstrijd heeft mij dat echt ja. heel veel opgeleverd. Eén, omdat ik wist, er zaten wat, nou, klimmen is een groot woord, maar er zaten wat hoogteverschillen in. Ja. En ik, ja, uiteindelijk daar ben jij ook naar 400's achterkomen. Maar je had ook best wel vaak weer de kans om daarvan te herstellen. Maar het merk dat het mij mentaal enorm hielp. Dat ik dacht, oh ja, ik kan nu even doortrekken hoog in die hartslag. Want daar dadelijk rust ik wel weer uit. En inderdaad, bij die bochten, uh, dat ik wist van, oh ja, nu daar, nu daar, nu hard, nu zacht. Ja, zat. als je weet welke scherp is en welke ja, niet. Ja, ik vond dat heel scheelde. veel mentale rust geven. Ja. En mijn, mijn, mijn grootste victory was, en dan loop ik al een beetje vooruit op tijdens de wedstrijd. Er, lag, er zat een kleine chicane in het parcours. <laughs> en er lag achter die tweede haagste box een hele grote ja. modderplas. En die lag er uh, twee weken geleden ook al, uh, dus dat wist ik. Dus ik wist, je moest daar iets harder remmen dan je zou willen en hem helemaal binnen doorrijden, ja. dan bleef je uit de blub. En ik zat natuurlijk op een gegeven moment achter een kerel en die, uh, nou, we gingen ongeveer even hard. En die reed tot minimaal twee keer toe vol, vol gas daarin. die blubber in. En ik het er netjes langs, verloor ik natuurlijk wat op hem. Dacht ik, ja, ben, ben ik nou de slapzak, want echte mountainbikers gaan door de blubber. Nou, ik kan je vertellen, ronde drie, na een of andere haakse bocht, begint zijn hele derrieuk. Alles vast, alles kapot. Ik dacht, ja, je moet je materiaal natuurlijk ook heel houden. Ja. Nee, ik heb wat mannetjes langs de kant zien staan. Er stonden er veel En stil. dan denk je op dat moment, ja, we, Jezus, wat lullig. Aan de andere kant denk ik, ik heb nou nooit pech gehad, of een lijke band of iets dergelijks, dus je moet het wel even bond maken. Ja, ik ben uh, goed gegaan door die chicane, maar ja, wel met uh, flink remmen. Ja. ja, nee, maar ja, wat kijk, dat voorbereiden, jij zei wel, ga je mee, eh, kwam niet uit. Ik denk, ja, hoe. Hoe serieus wil je dit nemen? Aan de kant vond ik het ook prima om mezelf te laten verrassen en denk: ah, dat zijn vier rondjes. De eerste ronde in inderdaad... de. kost jou zeker twee rondes. Ja, ze, absoluut. Want ik, ik, ik had ook zoiets. Jezus, wat is dat ding? Dat is veel meer dan een BMX uh, rondje. Dit is. Uh... Dus ik had wel berekend, het was 33 kilometer. Je had zo'n aanloop van drie of vier kilometer. Ja. Nou, dan moet dat ongeveer zeven kilometer zijn per ronde, zoiets. Ja. En dan ga je. Nou, en dit, ik vond hem behoorlijk lang, en vooral dat eerste stuk ging namelijk behoorlijk ja, omhoog. Ja, was klimtje, En toen dacht ja, ik nog stik... aan Gerrit, ja, ja, daar heb je hem, Hij had toch gezegd dat het behoorlijk vlak was <laughs> ja. en dat het eigenlijk best wel een kort rondje was. Nou, ja. dus, dus, nou ja, goed. Ik had genoeg om aan te denken en genoeg om te denken. Ook te hey, de vloeken. Ik, die, uh... ah, ik vond het echt een fantastisch rondje, maar ik kwam ja. onderweg. Ja, en dan af, uh, uh, aflevering 62. We hadden het al even over hartslagvariabiliteit <laughs> als magische voorspeller. Nou, ik zei het al, ik meet die app. Jij ook nog, of niet? Nee, uh, te weinig af en toe voor, uh, mm. ja. Mm. Hm. Maar uh... <laughs> <laughs> nou, ik heb de data er even ah. bij gepakt. Oh ja, dit is de Training, peak, uh, training Peaks grafiek. Dus ik had uh, die week dat ik terug was van vakantie heel hard getraind. Uh, de, de fatigue, de vermoeidheid ja. schoot ook echt door het dak. Dat is die roze lijn. Klopte wel. De dus. fitness ja. uh, die kwam wel omhoog. En die, die gele lijn is dan de vorm van de dag. Hè? Dus toen, uh, mede door het werk, heb ik die, die laatste week flink uh, gerust. En toen kwamen de grafieken dus ook wel goed uit. Hè? De, ja. de roze goed gedropt, de gele goed omhoog. Alleen, aan de rechterkant van het scherm zie je de HRV rood. 7.2. Uh, mijn uh, range zit tussen 7.8 en 8.8 ongeveer. Die was flink lager. Mijn rusthartslag was flink verhoogd. En uh, HRV voor training zei tegen mij... Dit is de screenshot van de wedstrijddag. Take it easy today. Your HRV is below your normal range. And your subjective scores are trending negatively. Dus uh, de data was niet mee. Ja, en daar hadden ze wel een oorzaak. Ja. Ik heb het jou al uh, bekend. Maar uh, donderdagavond hadden wij uh, een klein feestje. Ja. Met onze uh, team van zitten. Live Online Events. Eh? We hadden een kerstborrel uitgesteld, anderhalf jaar. En uh, nou ja, de vaste luisteraars weten, ik drink niet. Uh, <laughs> nou ja, nooit. Bijna nooit. Heel af en toe, één, twee keer per jaar, zet ik een joker in. Omdat het dan zo gezellig is. Een keer op een skivakantie of een keer... Uh... Ja, het kwam natuurlijk niet uit. Maar dit feestje was eigenlijk wel bedoeld om met z'n allen even die joker ja. in te zetten. Het ventiel eraf te laten. Te vieren wat we hebben beleefd in deze knotsgekke coronatijd als online eventbedrijf. Maar ja, ik had natuurlijk wedstrijd. Dus ik denk, nee, ik moet niet doen, ik moet niet nee. doen, ik moet niet doen. Nou, ik kon het niet uh, kon niet houden. Dus ik ben er uh, donderdag snoeihard ingegaan. Betekent dat ik dus ook, uh, nou, weinig slaap heb. En vrijdag, jongen. Dat is natuurlijk als je ook niet meer drinkt. Ik was ja. zo ziek. Ik had zo'n kop uit. Een beetje wakker met die kerstmuts Met die kerstmuts uh, nog op mijn ja. hoofd en echt oh, bonkend hoofd. Dus ik heb letterlijk als een student van 11 tot 4 in mijn bed gelegen. Ik denk nou rust hè, slaap, Ja, dat slaap. is op zich beentjes omhoog. Hè? Ja, ja, beentjes <laughs> omhoog. Misschien valt het nog wat te redden, maar ik moet eerlijk bekennen, zaterdagochtend was hij, ja ik ben inmiddels de 40 gepasseerd. Zat hij was niet nog? weg, ja. hij was niet weg. Twee dagen kater bestaat het, ja, zeker. En wat doet dat hè met jouw... Uh... Geloof in een goede uh, ja. wedstrijd. Nou, ik had er natuurlijk wel schijt aan, maar ja, nou ja, alles, alles in overweging nemende en het feit dat wij toch uiteindelijk vooral samen lekker gingen sporten, was het me wel waard. Maar ja, ik, ik dacht wel, ja, hoe kan ik het nog van maken? Nou, toen, uh, wat, het, wat het positieve effect was, ik kan je wel vertellen, de wedstrijdspanning ja, was ver heb te zoeken. Niet. Ja. Hè, het scherpe randje was wel af, want ik was puur gewoon bezig, joh. Ik moet dadelijk om tien uur van een boot springen. Kom zo op. Dus, uh, ik... Uh, ja, voeding doe ik zo even. Ik heb nog één uh, aflevering ja. waar ik het even over wil hebben. En dat is aflevering 58. Dat leek een wat minder serieuze aflevering. Toen we het hadden over de kracht van muziek om je voor te bereiden. Je muzieksmaak maakt meer uit dan je denkt. Weet je het nog? Ja, zeker. De wetenschap? Ja. Dus ik denk, ja, het allerlaatste <laughs> redmiddel. Dus ik zat in die auto naar Henkum. Het, het bonkte al wel in je hoofd natuurlijk. Ik was nog denkt, steeds een beetje ja. wazig. Dus ik denk, weet je wat? Voor de luisteraars die het gemist hebben, we hebben dus op Spotify samen met vrienden van de show een gecreëerde slimmer presteren motivatie. Je moet even zoeken op slimmer presteren, dan vind, vind je onze podcast, maar dan vind je ook de playlist motivatie slimmer yep. presteren. Ik denk nou, zet ik die maar eens op. Random, kijken wat er gebeurt. Heb jij hem gebruikt eigenlijk? <laughs> ik, ik heb gewoon Radio 1 geluisterd, <laughs> denk ik. Ja. <laughs> Ja. Nee, dus uh, eerst heel, kreeg uh, ik natuurlijk uh, uh, Power van jou, hè? Van, uh, ja, die ja. heb jij erop gezet, ja. van Dion Beukenboom's uh, nummer. Hij ja, deed het nog niet. <laughs> ik kreeg uh, Daft Punk, mm. wat is het? Uh, faster, sneller, uh, ja, meer, ja. Uh, harder. Ik, merk, ik geloof het niet. Ik geloof ik voelde het niet. <laughs> je wou al omdraaien. Ja. Huis. Ja, en uh, ja. toen kwamen we in, uh, in de regio van Guido. Ah. Ik kan je vertellen, ik heb een nieuw uh, favoriet nummer. Vanaf nu, en ik luister dit dus nooit, hè? Maar vanaf van, van nu. Ramstein of. Uh... <tied> oh. <tied> en toen kwam die door, hoor. En ik heb dat ding echt snoeihard aangezet. Op repeat. En op een gegeven moment reek Renken binnen. Ik denk dat die gasten hebben gedacht: wat is dat van ASO? Maar uh, nou, toen kwam het. Ja. En die beat kwam in mijn lijf en die hoofdpijn die is ging er weg. niet meer uit gegaan, ook. Uh... En ik ging helemaal, ik ging ervoor. Dus in die zin, de kracht van muziek ja. heeft me de mentaal in ieder geval wel doorgesleept. Ja, dat is toch heel fijn voor je. Nou, ik moet zeggen, kijk, uh, ik zelf heb ook de avond voor de race, heb ik gewoon nog een, een barbecue bij iemand gehad. Een soort feestje was. Het. Ja, met of zonder alcohol. Met alcohol. Oh. Ik denk uh, drie, vier biertjes. Oh. Uh, Even scherp scherpe eraf. Oh ja. Uh, niet zoveel pasta of noem maar op. Ja, ook dat, dat is onderdeel van dat ik denk, ja, waar, waar gaat het hier over? En misschien een beetje ervaring. Kijk, ik weet nog wel die eerste triathlons, 16, 17 jarige Toen dacht je, ja, stapelen, stapelen, hè? en dan ging ik volgens mij echt. Laatste training dan een paar dagen van tevoren. En daarna alleen maar pasta eten. Ja. Echt. Uh, Sochtens, middags, avonds. Drie dagen lang. Dat is ook een kwam... beetje overdreven hè? Ja. Voor kwam de je... mensen die deze tips denken op te doen. Stond je tekenen. op en dan denk je. Jezus man. Ik, ja. Uh, hoe, hoe voel je je daar eigenlijk niet goed? Moet je, je ook heel vaak aan de wc. Noem maar op. <laughs> nou, daar heb ik een beetje geleerd. Nou. Met normale voeding. Die toch al wat koolhydraten sowieso bevat. Pasta. En waarom zou je de avond van tevoren. Ja. Uh, thuis blijven en dan uh, al gaan nadenken over, oh jee, als ik morgen nee, vroeg of okay. dit dus. Oké, okay, okay. maar ik um, die kater daar heb ik toch ja, wel last van okay. gehad, want wat ik merkte, uiteindelijk was ik er wel. Maar ik zag jou zaterdagochtend. Ik had nou niet het gevoel. dat je had het wat, niet gezien, hè? Nee, uh, nee, ik, ik goed zag goed, geen uh, wallen of. Nee, uh, nee, daar viel ik wel mee. Maar waar, waar ik het vooral uiteindelijk aan merkte, is uh, ik had natuurlijk die die 36 uur daarvoor zo hard moeten werken voor mijn gevoel ja. mentaal en fysiek om mezelf weer gezond te krijgen dat Er uh, zat niks extra's op. Ah. Snap je? Dus ik heb die race goed gedaan. Ja. Komen we zo op. Maar ja, of dat dan nro open tank is. En of dat nou mentaal was of fysiek. Ja, dat weet ik niet. Je, maar ja. ik kon niet even nog een peutje extra geven. Of bijvoorbeeld in het loopparcours zaten die twee verneindige klimmetjes. Daar kan ik normaal wel zeggen. Kom. Even naar boven duwen, weet je wel. Dat zat er ja. niet op. Het was gewoon leidzaam doorpellen. Ja, en Het, dat uh... was bij mij ook. En achteraf. Denk oh, ik, dus... Hoe kan dat eigenlijk precies? Dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Dat je gaat hardlopen en eigenlijk als een soort zombie in één tempo. Ja. En nergens nog ook dat laatste kilometer normaal denk je. Ah, dan ga ik nog even snel. Ik heb oh ja. extra's. Ja. Niks. Nee. Dus ik ja, denk, die had ik nog wel. Ja. Ik heb nog wel gesprint met iemand. Maar normaal haal ik ook, heb ik dan ergens een soort reservevaartje. Waar ik dan ook met willpower met nog mijn neus ja. langs duw op ja. finish. Nou, ik ging nu met... Ik moet even spieken in de uitslag. Uh, om nog een leuke naam te droppen. Uh, met Jeroen van der Vlist. Ja. Uh, kwamen wij samen bij dat hek het natuurgebied uit. En toen gingen we natuurlijk samen die laatste 800 meter in. En hij had mij gezien en hij hoorde. En zij begon aan te zetten. En ik mee En ik mee en hij, het werd sprinten en ik, ik, ik kon ook niet meer de ja. peut vinden om hem even de langste te duwen. Ik dacht prima, doe het zo wel vandaag. Nee, dat heb ik ook. Ik, heb no ik verlies nooit een eindsprint, zeg maar, Of ik laat me, op een gegeven moment heb je een bepaald speerpunt altijd. Ja. Dan denk ik, ah, die hou ik in de gaten als ik maar voor hem of haar eindig. Ja. En dit was uh, bij het mountainbiken haalde ik uh, in de laatste derde ronde, volgens mij, een, uh, een kerel in. Die had uh, NED op zijn net. Ja. Ik denk, wow, dat is een echte. Hè? Ja. Zijn dat dan ja. meestal toch? Ja. ja. En uh, nou, ik inhalen, is al heel fijn. hè? En, en, maar die kerel die, die uh, had zo'n kuchje, zo'n ja. inspanningskuchje. <laughs> Om de zoveel <laughs> tijd. <laughs> in corona is dat wat lastig. Nou, ja. Ja. En ik denk, uh, oké. Okay, Goed, die uh, het zal, het zal wel zijn leeftijd zijn, of hij heeft gewoon even hij voelt zich niet meer lekker, maar die dat kuchje bleef ik horen, ja. dus die gast die ja. En als ik dan toch ergens een beetje aan hekel aan heb, is het toch wel een ja. beetje van uh, ja, mensen die dan uh, ja in je wiel blijven. En dus op een gegeven moment was het pad wat breder, ja. En ik zei, Nou, ga er maar lekker langs of zo. Ja. En toen zei nee, maar dit, dit gaat heerlijk zo. Ik kan niet meer dan dat. Toen had ik zoiets, ja, je kan heel boos worden, maar misschien heeft het een oorzaak. Ik keek nog even om van hoe ziet die man eruit. Ik denk, ah, dat is eigenlijk best wel een vriendelijke vent. Het is ja. niet zo'n ASO. Zo. En dan na de fietswissel, ja, toen kwamen we elkaar, hij was net <laughs> iets snel in de wissel. Ja, logisch, ja gaan we zo ik ben even over ik super traag. Ja, 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 ja. Toen uh, bij het lopen, hij uh, had een beetje O-benen, hij liep niet echt soepel. Ik denk, ah, die, uh, die gaan we pakken gewoon. Dus de eerste ronde haal ik die man in, en ik neem afstand. En dan, uh, dat was het leuke aan. Uh, je kon op geleide van die hekjes. Hè, waar ja, kun je, ja, zo... je weten hoe ver hij erachter ja, zat. Precies. Ja, nou, ja, die zit op voldoende afstand. En drie kwart uh, van de wedstrijd eigenlijk, de laatste ronde. Hoi, dat je, je weer terugkomt, laatste hekje. kwam hij me verdorie voorbij. Echt soepel. <laughs> en dan ga je kletsen even van. Nou, we ja, komen elkaar toch wel weer tegen. Ik denk, ja, leuk hoor. Maar ja. Ja, ja, ja. En inderdaad, normaal ga je dan met zo'n kerel mee. En denk je, ja, hallo, dit laat ik me niet overkomen. Nou ja zat er ik niet meer op. zat er gewoon echt niet op. ja, ik zat eigenlijk met jouw uh, excuus of reden daarvoor. halverwege tweede ronde tegen de kramp. de kramp ah. kwam echt op. dat ik denk, oh, snap. Daar heb ik over nagedacht wat het was. en ik denk echt dat het met mij ook met voeding te maken heeft. ik, ik zit altijd wel wel leuk en aardig ik zeg. nou, al die sportdrankjes, jelletjes. Mm. dat hoeft allemaal mm. niet. Mm. je kan het met bananen en water afdoen. Ja. alleen dan is altijd, hebben we ook gezegd, uitgelegd tot een inspanning van twee uur, zo'n beetje. Ja. Yeah. Daar ligt een beetje de grens. Ja. Yeah. En normaal is natuurlijk een triathlon. Nou, ben je twee uur twintig of zo. Hè? Normaal zeg maar met een racefiets. Ja. Yeah. Yeah. En ik denk, dan, dan red je wat ik dan doe. Is meestal een half uur voor het zwemmen, een banaan. Ja. Yeah. Kwartiertje soms. En dan tussen het zwemmen en het fietsen. Ja. Yeah. Neem ik altijd bij de wissel. Dus dat kost tijd. Yeah. Maar dan neem ik een... Dus dit keer ook. Maar ik denk, ja shit, dit, dat moest ik nog. En. Fietsen als uh, 1 uur 25. En lopen nog een uur. Ik denk, ja, da daar had ik gewoon. Heb ik je denk, dit in je hoofd gehaald onderweg? Ja. Kwam jij erachter dat je denkt, ik ja. heb mijn voedingsstrategie. Mijn Toen dacht is niet ik, goed. Heb, zou het toch beter zijn geweest als ik ook een soort met. Echt jelletje of iets dergelijks. <laughs> Net tussen het fietsen en het lopen. Of ik sportdrank op de fiets. Yeah. Zou best wel kunnen. Ik bedoel, ja, ik, ik kon gewoon niet. Ja, het was pure vetverbranding wat ik aan het doen was, denk ik. Ja, wie weet. Ja, 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 het was ja, niet ja. de man met de hamer. Zo erg was het ook weer niet. Maar er zat niks extra's op. En die had je wel nodig. Inderdaad, waar je zegt. Bij het mountainbiken heuvel op moest je ja. aanzetten. En dan denk ja. je, ah, daar, daar ga ik even aan roop en bij de heuvels bij die, uh, bij het uh, lopen, lopen twee keer een heuvel dat is meestal mijn kracht ik denk ah hier ga ik even een, ja. een intervalletje ja. doen ja. ja helemaal niks nee ja eigenlijk dus ik denk dat daar misschien wel wat te halen nog is voor mij een volgende keer ja. mooi nou zullen we gewoon eens even de dag nog even keer door los van al die afleveringen ja. het was een uh, zaterdag het was prachtig het was Echt fantastisch. Ja, het, uh, sfeer, was veel beter dan we. we, van, we ja. stonden op met 15 graden. We hebben gereisd bij 19 graden, denk ik. Een beetje bewolkt. Uiteindelijk geen regen. Ja. Uh, en hoe dat dan daar gaat in Renkum: dan uh, richt je de wisselzone in. En dan ga je het schip op. Er ligt daar een groot binnenvaartschip. En die vaart ons anderhalve kilometer de Rijn stroomopwaarts op. Mm -hmm. uh, moeten we nog iets zeggen over alle momenten tot het schip? Nou, wat leuk was daar. Ja, ja, wacht even. Tuurlijk. hoogtepunt, hoogtepunt. Ja. Uh, wij <laughs> werden herkend. Ja. Dat was al bijzonder. Door uh, even zijn achternaam erbij spieken, Want ik denk een hele goede atleet. Ferdinand Olderman. Leuk. Ja. Die hoorde letterlijk onze stemmen. <laughs> en die denkt: God, dat klinkt bekend. <laughs> ik dacht, Kijk dit. Hé, hey, hé, hey, ik ken jullie van die filmpjes, zei hij. Ja. Dus dat was heel grappig. Uh, later. Uh, maar nog veel leuker voor jou eigenlijk. Jij weet zelf vertellen. Op het schip. Nou, nee. Ja. Ferdinand al. Ja, Ferdinand. Die, of, of iemand ja. naast die herkende ja. jou van TV. Ja, die zei: hé, hey, je van Sportlabse Doc Ja. En uh, dat is inderdaad de eerste keer dat een onbekende ja. mij aanspreekt. Want dat, dat is in het begin, denk je nog wel eens. Ja, het zou best wel eens kunnen. Je was toch op TV, ja. hè? In de jaren negentig vond... was dat toch echt. <laughs> in hè? de trein, hè? twee netten? Ja. In de trein zit of ergens gewoon op straat loopt. En de mensen zeggen: hé, hey, waar ken ik jou van? Maar, ja. Was nog nooit gebeurd, Ferdinand. Nou, die had te pakken. Dus ik bedoel, uh, mijn stemming die, uh, die, die steeg natuurlijk met, met, met 20 punten. Ik denk, ah, ja. kijk, ja. dat is. Maar daarbij denk ik meteen, ah, als je me niet te hoge verwachtingen van mij gaat hebben. <laughs> Super, dankjewel, Ferdinand. Ja. En onderweg haalde hij me in bij het uh, uh, mountainbiken. Ja. Uh, hij hij haalt me in. Wij ja, hij hadden jou al 50 geworden, zien we hier. In uh, 2 uur en, en 14 minuten. En Klasse. hoe leuk hij zei: Kom op, Jurgen. Of uh, nou, succes, Jurgen. Ah, ja, nee, dat is. Dan uh, breng ik bij een ander onderwerp. Gaan we zo weer verder ja. bij die boos? Klets jij onderweg? Nou, je vertel dan ja. met zanten zei je... Oh ja, daar heb ik... Ja, gezien, die, kletsen, die man, kletsen zei, is een groot angst? woord. Maar als ik mensen inhaal, uh, zeg ik altijd wel... Nou, uh, zet hem op of gaat goed. Of ja. uh, geniet ervan, ja. iets in die geest. Ja, ja Ik klets ook veel. Ik vind dat een van de leukste dingen van zo'n race. Sowieso vooraf al natuurlijk in die wisselzone. En ja. dan even met elkaar allemaal kijken. Hebben we het allemaal goed ingericht. Op die boot, mooie klets natuurlijk. Uh, dat is ook wel grappig. Ja, dan ben ik toch weer bij de boot. <laughs> ik weet ook nog dat ik vrijdagavond dacht... Ik kan toch niet zo goed geloven dat ik morgen vroeg om tien uur van een binnenvaartschip de Rijn in ga springen. Het behoorlijk hoog, hè? Ja. En wat ik leuk vond, je merkte op die boot dat iedereen dat een ja. beetje had. Ja. Hè? Van, holy shit, man, we gaan zo ja. gewoon de Rijn Straks in. Springen. Waar is het trappetje? Ja, ja, precies, Er is geen trappetje. trappetje. Nee. Dus spring maar gewoon de Rijn ja. in. Ja. Um, nee, en, en leuk, er waren natuurlijk officieel mochten er geen supporters, of er mocht er geen begeleiding mee, er waren af en toe wel wat mensen langs de kant, voor kleine kinderen. Ja. Die al, dat vind ik ook altijd, altijd even bedanken of ja. even je. Ja, ik heb uh, daar ook zegen. heel veel aandacht voor. Ja. Ja. En onderweg ook, precies wat je zegt. Je hoort mensen natuurlijk, je hoort ze achter je. En ik uh, had de uh, gelukkige omstandigheid dat ik uh, terechtkwam vlak voor Casper uh, van de Kamp, zeg ik volgens mij. Goed, de organisator van oh, ja. Exterra Ameland. En die werd natuurlijk door iedereen de hele tijd herkend. Oh, ja. oh, ja. Maar die hoorde ik op een gegeven moment ook terugvertellen tegen die organisatoren. Nou, ik weet niet of ik nog een rondje ga hoor, was bij het lopen. Want ik heb last van mijn knie. Dus uh, toen liepen we vlak voor de finish, laatste rondjes. ik zo, uh, hey, uh, kom op, hè? doen we nog een rondje? Oh, ja. Ja, ja, nou, dus toen gingen we, gingen we samen op. Dus dat uh, vind ik dan wel. Grappig, ik ja. vind dat leuk. Ja. Gewoon een beetje met elkaar er doorheen. En ook de organisatie moet hierin gemeld. Ik weet nog, onderweg stonden wat van die, uh, die, uh, die jongens en uh, meiden van de organisatie. Ja, vrijwilligers. En ja. één kerel die was ook bij elke loper die die zag, hij hey, ziet het goed ja, uit. Ja, die praat je dit voor. Ja. Ja. ja, op het lopen. En die voor. herkende mij. De... Ja. Want ik praatte ja. dan terug. Ik ja. zei, nou, het is heel <laughs> dit Nee, ziet het goed uit. En ja. ik vond ik hem, zie je ja. wel, gaat toch nog steeds ja. wel goed. Ja, klopt. Hé, hey, ik zie je straks weer even. En oh, hij wist dan. Ik uh, weet zijn naam uh, niet. Ja. Ik weet zijn naam niet, maar die had inderdaad voor iedereen Voor, voor hem dacht ik door. al, nou, ik ga gewoon lekker dat rondje doen en als ik hem zie, dan. Tof, Ja. Sowieso, laten we maar vast een keer noemen. Ik vind deze triathlon echt een van de allervetste die ik ooit heb Zowel qua parcours. Nou, laten we het nog even afmaken. Je springt dus <laughs> van het schip af. Uh, op het schip hebben we natuurlijk, uh, vond ik toch ook, hebben we de organisatie ook nog even bedankt. Ja. En dan moet je uh, zwemmen, stroomafwaarts. Nou, kan je vertellen, iedereen die moeite heeft met zwemmen. De aller, allerlekkerste zwemmen van een triathlon ooit, doe je denk ik toch wel in renken. Want je zwemt dus met een Rijn stroomafwaarts die Eihard stroomde. Dat natuurlijk heel veel geregend het was, nog steeds hoog water. Dus dat leidde ertoe. Op zich, de start is niet als je van de boot springt, maar er ligt daar nog een soort lijn met boeien ja. waar je achter moet blijven. Nou, jij en ik sprongen vrij laat ja. van de boot, dus wij moesten daar nog naartoe zwemmen. Ik zag al wel dat bijna de helft van het peloton die kwam ons achteruit te aan het zwemmen ja. was. Ik denk om, hè, die, die kwamen allemaal om ons in Dus op een gegeven moment ging ja. die fluit en uh, nou, wij zwemmen. Ik heb nog nooit zo hard boeien aan mij voorbij ja. zien trekken. Dat je echt, weet je wel, je zwemt, je ziet die boeien. Je ja. denkt, nou, die boeien is nog ja, een eentje klopt. verderop. Hoofd onder water omhoog. Oh, dan ja. was de boeien ja. al voorbij. Ja. Verder nog bijzonderheden bij het zwemmen voor jou? Bij het zwemmen, nou, dat is inderdaad dat je uh, je de boeien moest je links van je houden. Maar ik uh, aan de andere kant denk je, de stroming is in het midden. Ja, dus denk, want we zwommen aan de rechteroever ja. en ja. Ze wilden, er was natuurlijk gewoon nog uh, verkeer, scheepvaartverkeer. Dus je moest tussen de boeien en de kant ja, blijven. ik denk, en dat stond wel officieel en we houden je in de gaten als je dat doet. Ik ben toch regelmatig die boei rechts van, of uh, links uh, gepasseerd. Ja, dan, dan keek je, oh nou ja, als daar. Ja, dat vast toch een beetje mijn lijn. Maar ja, beslagen brilletje en niet zo goed zicht, uh, dat was een beetje uh, gessen. Guess, uh, heb je lekker gezwommen? De wasmachine... Ja. viel reuze mee. Ja. Even in het begin. Ik heb heerlijk gezwommen. Ja. Kijk uh, naar mijn tijd, joh, Dat is niet echt. Uh, ja, daar kwam wat bureaucratie over. 20 natuurlijk. minuten. Hoeveel? 21 minuten. Nou Ja, en normaal zeg ik 1 kilometer, doe ik 20 over. Dat is ja. anderhalf. Ja. ja dus ja, nee, ja. ik 1, heb uh, 34 inderdaad. Ja. Wel nou, dat je op een gegeven moment denkt, nou, hoe ver zou ik ongeveer zijn? En dan probeer je vooruit te kijken. Heb natuurlijk geen bril op <laughs> en een beslagen en denkt, nou, daar ergens misschien moet ik eruit of zo. Ja. En uh, nee, dit was echt super. Ja, ja. ja ik, had een paar, ik had twee dingen in het zwemmen. Eén, ik merk wel, ik heb, ik heb echt <laughs> moeite met zwemmers om me heen. Het hoort natuurlijk allemaal bij triathlon, maar dat, 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 dat je tegen elkaar aanzwemt. Dat je de hele tijd zo'n zo arm op ja, je kuit voelt trekken. Ja, aan uh, de kant ik haal daar ook wel iets uit a ah, slipstream als ik maar ja, dat betekent nee. ook dat de mensen voor me zitten ja. dan zit ik goed ja. het is voor mij eigenlijk alleen maar negatief ik word er heel onrustig ah. van ik ga ruimte zoeken ik kom niet in mijn slag dus daar had ik in het begin een beetje last van toen had ik op een gegeven moment een moment dat ik dacht nou volgens mij heb ik mezelf vrijgezwommen lekker en lang maken en toen kwam ik echt lekker in mijn slag toen voelde ik wel dat ik hard ging toen, uh, nou kijk kijken, toen had ik op een gegeven moment een heel gek moment. Ik denk, uh, want op een gegeven moment kom je ook langs van die kribben, hè? van die van ja. die betonnen dingen in het Klopt. water. En toen keek ik een keer vooruit en toen zag ik niemand meer. Nee, maar echt niemand. En ik, 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 ik kon, was niet helemaal verstaan. Ik, ik zag geen zwemmers meer. En ik schrok daarvan. In een kak. Ik ben nu toch niet verdwaald. De ding uh, voorbijgerend ja. of zo. Dat kon oh, helemaal ja, niet. Dat dacht je. Maar uh, dus ik stopte even om, om, te, om me heen te kijken. Ja. Nou toen zag ik nog een hele meute achter me. Dus ik dacht nee. Nou, en lag je verderop, kop dan dacht je toen? Nee, daar had ik natuurlijk ook geen illusies van. Maar okay. ik vond het wel vreemd. <laughs> ja. Ik denk, waar is iedereen? En heel raar. Toen ging ik weer verder zwemmen. Nou blijkbaar zwom ik zo hard dat ik allerlei mensen achter me niet. En op het moment dat ik weer begin te zwemmen, word ik echt letterlijk door wel, ik geloof wel tien man overzwommen. <laughs> En ik probeerde nog ja. vooruit weg te zwemmen. Ik snapte geen dol van. En links en rechts iedereen over me heen. Later dacht ik: zou ik op een of andere manier. Kijk, als je natuurlijk zo'n punt in het water hebt, dan krijg je daar omheen natuurlijk een soort ah. kolk. Ik denk, zou ik op een of andere manier in een soort rare in een terecht kom, bul, bult, ik, ik kon, zat moeten rijden. Ik kon niet wegkomen. Ja. Nou ja, uiteindelijk wel weer hoor. Dus dat, dat vond ik een raar moment. Ja. En ik heb onderweg besloten. Want maar kun ik... je dat terugzien in, uh, in je Strava. Nee, ik kan uh, niet zien. Het is niet nauwkeurig <laughs> genoeg. Maar, uh, zou ik zou het ook vond... niet in je hoofd hebben gezeten. Gewoon. Misschien. Maar ja. ik vond het in ieder geval een heel raar en vervelend moment. Ja. En dat heeft er ook toe geleid dat ik onderweg. Ik ga overmorgen, zondag. Ja, dus ja. overmorgen van toen dit uitkomt. Dus aanstaande zondag 5 september. Ik startte bij de Keistad uh, in Amersfoort. Hele leuke triathlon. Ik zou Vanaf meedoen. aan. Uh, maar helaas, ik moet. En uh... daar heb je ook twee series: de wedstrijdsserie. Daar heb je hem weer. Ja. En de recreatieve serie waar ze een rolling start doen. Oftewel, iedere 10 seconden, of 5 seconden, maakt me niet uit, gaat er iemand weg. Ah, ja. En dan zwem je dus veel meer achter elkaar. Ja. En ik heb onderweg daar in het water Toen besloten van. Uh, flikker ja. op. Ja. Ik ga vragen of ik zondag uh, in de rolling start mag. Ja. En inmiddels heb ik bericht dat dat is. Kijk, dat, ach, dat dat mag. Nou. Dus ik start zondag. Toch, dat is uh, nuttig uh, dan zo'n anderhalve kilometer ja. in, in de rij om ja, daarover inzicht te komen. Ja, hè? Nou. Ja. Goed, toen eruit. Ja. Uh, dat ging prima. Bad maar uh, qua timing, jij zat niet eens zoveel voor me. Uh, nee, ik heb er twintig minuten over geswommen en dat uh, leverde dan een 32 e plek op in dit veld. Ja, 2 0 Dus ik, ik dacht, ik, uh, ik ben zo of, uh, snel. 20, want 14. Ik ben wel even op mijn loge. Ik denk, ah, misschien ga ik Gerrit nog zien. Ja, nou, ik liep die weersseizoen in en ik dacht alleen maar, zit ik voor of achter Jurgen? <laughs> nou, ik zag al je spulletjes nog netjes liggen, uh, Dus ik denk, nou, daar zit ik in ieder geval voor. Ik ben uh, nou, relatief rustig gewisseld. In twee minuten zie ik toch even rustig mijn pak netjes uitgangen, opgehangen, gaan zitten voor sokken. Ben je gegaan met sokken? Ja, ja ik ook. Sokjes aangetrokken, schoenen aangetrokken en uh, weg. Maar Jurgen, dan zie ik hier toch tot mijn schrik dat uh, ik doe dat al rustig in twee minuten. En dan moet ik even zoeken vertevelen. Waar ben je? Drie minuut 43 in ja. de eerste wissel. Meer dan een. Dan verlies je al bijna twee minuten. Ja. Wat heb je gedaan? Ja, dat is de, ik, ik ben nooit van de snelle wissel. Ik wil nee. gewoon rustig even mijn tijd nemen. 3 minuut 43. Pak, hè, uittrekken. Een kwart van je... Pak uittrekken vind ik altijd heel moeilijk. Dat is één. Ja. De tweede dacht ik, ik heb zo, ik heb één 2 minuten gezongen en ik ging uit van een half uur. Ja, oh, kan je ook, je ook wel Je lag mentaal doen. al voor. Ik moet mijn banaan eten. En uh, mijn laatste wat ik echt, hey, dat was zo stom. Ik denk, uh, ik doe toch nog mijn, uh, een shirt aan. Maar nu ATT. ja, ik vond het toch een beetje frisjes. Of, uh, en dat is heel moeilijk om dat om een in die een hectiek... shirt aan ja. te doen, ja. En dat heeft me, denk ik, uh, nou, anderhalf minuut gekost. Ja, dat meeens. geloof ik wel, ja. ja. Jeetje, man. Nou, toen gingen we fietsen. Fietsparcours op. Ik had, uh, het was natuurlijk een steenwedstrijd. Dus ik ging uh, met een dame de, de eerste wisselzone uit. Ik denk, ja, prima. Ik ga er gewoon lekker achter hangen. <laughs> achter een dame nog wel, ja. ja vond ze niet Geet. tof? Ja. Kreeg lelijke blikken. Dus uiteindelijk heb ik dan toch maar uh, overgenomen. Ik denk, nou prima, mag je mij ook even profiteren. Nou, hop ja. naar dat bos toe. En uh, die eerste klim in op. En ik ging in het rood, jongen. En ik kreeg buikpijn, pijn. Ik denk, oh shit, nu komt die kater. Ja. Dit gaat helemaal <laughs> niet goed. En toen dacht ik alleen maar, oké. Okay, ik zit vol jurgen. Uiteindelijk is dit een wedstrijd tussen ja. hem en mij. Dus ik moet gewoon nu zoveel herstellen dat als hij dan komt. Dan heeft hij natuurlijk heel hard gereest om bij mij te komen. Terwijl ik dan ja. heb gerust dat ik hem dan uh, pijn kan doen en mijn taal weg kan fietsen. Maar ik had geen fijn eerste rondje. Ik, uh, nee, ik heb. Ik had op dat moment al iets van ja, Gerrit, uh, ja, die ga ik ook niet meer uh, uh, inhalen. Dat ja. lijkt me stuk. Want jij had natuurlijk wel een. Een hele nette, schone, blitse fiets. Ja, ik zag er als nieuw, nieuw auto. Over voorbereiding gesproken. Ja. Ik had even de fiets naar de onderhoudbeurt uh, gebracht. En dat, dat zat ook wel in mijn hoofd. Had je pijn gedaan, hè? Mentaal. Ja, want als ik iets geleerd heb destijds van de triathlon, natuurlijk met mijn broer Klaus, dat hij net naar de fietsmaak was geweest. En als een hier fietste, En ik denk, dat had ik me ook voorgenomen, is niet gebeurd. En dan zie ik jou wel gedaan. En alles nieuwe cassette, een nieuwe gewoon. ketting. Zeker ja. <laughs> ja. nieuwe achterband. En dan denk ik ja, dan heeft hij dan toch wel. Oké, okay, het zal best een. Uh, je had er een vermogensmeter voor kunnen kopen waarschijnlijk. Dat klopt. Die het uh, deed veel pijn, die maken ja. zei ook. En ze zullen altijd zeggen: ze, Zo meneer, deze fiets heeft lang geen liefde gehad. Nee, <laughs> dat klopt. Dus ja, dat, daarmee, dat nam ik ook mee. Ik denk ja, dan, dan is Gerrit misschien kan ik normaal bij het, bij het fietsen nog een beetje. Inhalen, maar dat zal nu niet gebeuren. En je hebt verkend, dus ik was al lang blij als ik denk, ja, moet dat dat rondje moet niet te klein misschien weer zijn, want anders gaat Gerrit me nog inhalen. Dus ja, ja, dubbele naar nee, de is Maar Edem Ditto, kijk wat er gebeurt. Je gaat natuurlijk je zoekt mensen op en je haalt wat mensen in ja, je ja, wordt ja, ja, ingehaald. Ja, 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 en op een gegeven moment kom je een beetje van in de buurt van uh, ja, mensen die net, maar ja, ik heb vaak wel heuvel op. Ga ik wat harder. Ja. Heuvel af ga ik wat langzamer. Zwaartekracht, een beetje licht. Durf misschien niet zoveel. En op een gegeven moment zat ik eigenlijk steeds achter iemand die toch net te ver weg was. Die haalde ik niet in. En dan had ik onze uh, uh, ja, kugger uh, achter me. <laughs> <laughs> en uh, ja, nou ja, onderweg denk ik. Uh, ik, heb, ik heb er vijf ingehaald en ik ben door tien ingehaald. Uh, oh, ja, prima. Ja. Vond ik. ik dacht nou, een uh, lekker rondje. Ja. Hè? Oh, wat ja. een mooie racebaan. En ik, ik merk ook wel, dit is niet helemaal repetitief voor cross triathlons. want als je naar Exterra Luxemburg ja, of zo ja. gaat, is het echt, echt technisch mountainbiken. Ja. Ja. Dit is echt gewoon dit lekker door bosrace. Dit was niet heel molekkelijk. Nee, nee, dat was, was heerlijk, uh, heerlijk. Ja. En in rondje twee kwam ik erdoor. Dus ik <laughs> had blijkbaar mezelf genoeg rund, uh, rust gegeven. En uh, toen voelde ik me lekker. Toen ben ik, ik ben echt hard gaan fietsen. Ik kwam er uh, na afloop achter, zei ik al tegen jou zaterdag. Ik heb eigenlijk maar in drie versnellingen gereden. Ja. En er waren de zwaarste drie. Ja. In mijn ja, allerzwaarste, nou, zwaarste, mijn genoeg. ene zwaarste en ja. twee tweede nou zwaarste klom ik die heuvels op. Ja. Dus er zat wel power op. Ja, maar die, er zat geen extra motortje. Nee, uh, nee, nee. In nee. Die, uh... Maar even terug naar die aflevering over muziek. <laughs> ja, wat had je in je hoofd? <laughs> Precies, want oh. wij zeiden enerzijds muziek om op te peppen. Anderzijds ja. muziek wat in je hoofd kan. kwam er bij jou iets in je hoofd? Er komt heel veel in mijn hoofd, maar ik weet niet specifiek over een, mu een muzieknummer. Nee, je, je bent. Kijk, ik ben toch aan het rekenen dan. Ja? Een beetje van na één ronde kan je een beetje gaan inschatten. Ah, ik doe een lange en dan aanloop. Dus ik kwam weer uit. Ik had van voor iets. Nou, max drie uur. dat, ja? dat, dat moet lukken. Voor deze hoor. hele wedstrijd. Ja. ja. En ik was natuurlijk al blij met mijn 21 uh, minuten. Denk, zwemmen. Nou, dat is 10 minuten extra. Nou, kwam bij het fietsen inderdaad uit op uh, nou, 1,25 moet ik gaan. Ik denk, nou, het is perfect. Ja, dit gaat gewoon helemaal je goed. Je zit op schema. Dus dat was een beetje wat ik zo'n beetje aan het, aan het rekenen was. Ik kan me niet één, uh, nee. één nummer zo Ja, ah, Dit vond ik leuk, halen. want ja. alles waar wij het veel over hebben, is allemaal bewust, is allemaal ja. rationeel, is allemaal voorbereid. Ja. Maar dit is natuurlijk wat je onderweg, onderweg ja. overkomt. Ja. Dus ik, ik werd echt blij. Ik werd, ik werd <laughs> ja. blij dat ik fysieker doorheen kwam. Ik voelde me goed. Ik kon aanzetten. Ik ging, ik ging dus ook wat mensen waar ja, ik in ja. ronde 1 en 2 alleen maar bij kon blijven. Ging ik achter mij laten. Ik Zo, dit is lekker. En toen kreeg ik een nummer in mijn hoofd. Ik <laughs> <laughs> zeg ook, ik heb hard op gezongen. Dit heeft jou doorheen gesleept. <laughs> Ik moet je bekennen, ik schaamde me op een ja. gegeven moment een beetje. Maar ik moet me maar focussen op die derde zin in dat lied. Hè. Een echte tijger is niet te temmen. En ik denk, ja, dat is wat hier natuurlijk gebeurt. Kijk, ik kan ja. mezelf pijn doen, maar uiteindelijk komt die atleet er wel door. Ah, en ik ging er wel op vliegen. Ik heb zelfs toen ik ja. een beetje alleen was, heb ik het hard opgezongen ja. in het bos. Ja. En toen dacht ik weer, oeh, als Guido dit hoort, dan denk ik natuurlijk, als jij kan zingen, dan zit je niet hoog genoeg ja. in je hartslag. Hart, hart, dus uh, tandje erbij. Ja. Dus op die manier was ik daar wel mee bezig, ja. Ja, dus uh, nee, ja, ik weet niet wat het zegt. Maar uh, het was mooi. Maar dan, um, ja, waar moeten we het verder nog even hebben? Ja, we gingen lopen, hebben we al een beetje over gehad. Natuurlijk. Ja, ik wil nog even een shout-out naar uh, ook een uh, luisteraar van ons. Nou, ik uh, kwam meteen. Uh, Gerwin, Dijksterhuis volgens mij. Oké. Okay. Je had van die hekjes omdat ja. je steeds een natuurgebied in en uit ging en oh, dan. Ja, dat hebben we nog niet verteld. Ja. Want het, je loopt dus door de natuur, maar ook letterlijk door een natuurgebied met loslopende runderen en paarden. Ja, ben jij ze tegen? Ja, ik ben ze zeker. Ja, jij ja, had me gewaarschuwd. Jij ja. zei dit gaat gebeuren. Ja. En inderdaad in de eerste ronde kwam ik op de terugweg daar langs. Ja, langs allemaal. Maar dan kon je er goed door, toch? Ja, precies. Ik, ik had ook zoiets. Nou, dat, die doen mij ja, nee. volgens mij als jij gewoon. Het veel maar wel en... op toen... Dat ik denk meestal zijn koeien en paarden een beetje bang van mensen, ja. Ja. toch? Dat ja. ze weggaan. Dat waren deze zeker niet. Nee. Mee. Ik ben in de tweede ronde, was, was ik op een gegeven moment vrij alleen. Kwam ik twee jochies van een jaar of 12, 13 tegen die die mini triathlon aan het doen waren. Die liepen voor mij. En toen stond opeens, nou dat begon, wat we het eerste zagen stonden drie paarden. Maar echt midden op ons pad. Ja, die ja, zo he? fijn hè. Ja. Je moet toch niet echt op die, staat ook overal. Laat de ja. dieren met ja. rust. Maar ja, dat is mijn parcours. Dus ik nog naar die paarden zo, weet je wel. Van op, aan de kant. Nou, keken ze een beetje verstrooid op. Een beetje geïrriteerd. Nou, die gingen dan wel een beetje aan de kant. Moet je nog opletten voor die achterbenen ook. Hè, dat ze niet schoppen of zo. Dus wij met z'n drieën daar langs. Volgende wat we zien is die hele kudde. Ja. Op het pad. Maar echt veel. Ik denk dat er wel 16 waren of zo. En die drie die zaten achter ons. Dus opeens zaten ja. we midden in die kudde. En toen zagen we een mevrouw van de organisatie. En die zei ook... Ja, doe maar even rustig jongens. Want deze zijn ja. een beetje wild. Dus ik dacht, shit. Dus, en die kreeg je ook echt niet aan de kant gebonjourd. Ja. Want die ja. beesten konden geen kant op door het water. En toen ben ik echt zo rakelings langs een paard. Ja, ik wil een paard, het is geen leeuw. Maar toch, in een kudde. Ik vond het toch een ja. beetje spannend. Ja. En ik kan, gelukkig bleef hij staan. Dus nee, het me. ging allemaal goed. Ja. Achteraf hoorde ik dat iedereen daarna... Ja. Om de paarden is heen Dat was inderdaad toen ik toch wel iets later dan jou uh, daar langskwam. Toen ja. stonden inderdaad twee mensen van de organisatie. Uh, Om beetje, die kudde heen te ja, leiden. Ja. 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 Maar ik moet wel zeggen, dat maakt Renkum ook wel wat het ja, is. Waar maak is je dat nou mee? Door ja, een keer de paarden vind... heen op je ja. parcours. En ik vind het ook mooi dat ze dat gewoon doen. Hè? Dat ja. ze niet iets hebben, nou, het moet allemaal eh, ja. netjes vieren. En je gaat daar door het bos en je ja. komt langs dat zonnebloemenveld. En, en dan ik... nog over een ja. aardappelweiland ja, en dan over de kracht. boerderij. Die, die, die zonnebloemen ook, die, uh, die twee oudjes die daar zaten. Ja. Die hadden een auto daar parkeerd. Met twee de... klapstoeltjes. Ja. En die, die zaten. Dus ik heb. Je nog bedoelt tegen. nu langs de kant, hè, als ja. publiek. Ja. En die klapte dan. Ik zei nog een mooi uitzicht, hè. Ja, zeker. En ga door. Ja, leuk, ja maar ja. dat was gewoon. Ik denk. Ah ja, dit. Daar nou, maak je dit mee inderdaad. Ja, het is... ik vond het echt heel vet. Dan langs die boerderij nog, waar die, die drankpost Maar jij was, had dus maar. over die klaphekjes. Want inderdaad, ja. omdat je dus door die wilde ja. paarden koeien laat, nou, moest je de, de klaphek dus, op boot. Nou ja, dat was helemaal op een boot. Stond we, die stond helemaal vol natuurlijk. Er stonden een beetje te grappen. Uh, kunnen we koffie halen of appeltaar? bla bla. stonden daar aan de buitenkant. <laughs> en naast mij gewoon, je, je kletst wat. Uh, een jongen naast mij. En uh, nou, ja, doe je dit vaker? En wat verwacht je ervan? En, uh, en die zei: Ja, ik, ik ken jullie wel. Of ik ken jou wel, en, ja, een slimme presteren podcast. Denk, huh? Hoezo heb je die uh, ontdekt dan? Ja, nee, je een collega van me of een studievriend. En. Uh, nou, een beetje over gehad waarom die... Hij vond ons heel... Dat, dan zou hij hier... Hier, doen we, hier gaan we heel de mist in. dan zei, ja, jullie zijn... Het duurt allemaal niet zo lang bij jullie. Nee, dat heb ik deze week helemaal mist. Dat heb ik al in de gaten. Ja, en inderdaad, hij luisterde wel ook wel veel podcasts. Maar hij zei, ja, ik vind toch die wetenschap daarachter uh, mega interessant. En uh, misschien dat hij... Uh, want hij had ook wel eens een hele Iron Man gedaan in, in uh, Zürich. Vertelde hij over. Dus hij was wel een... Uh, Fitte ja. kerel. Ja. Daar had ik als voordeel van. Uh, ah, ik had een leuk gesprek natuurlijk. Uh, en uh, bij het lopen kwam ik hem gewoon twee keer tegen, omdat hij voor mij uh, zat. Ja. Hij zijn tweede ronde bezig was en ik mijn eerste. En hij gewoon netjes het, het hekje ah, twee keer tof. op dezelfde tof. plek voor mij voor, uh, uh, eigenlijk uh, openhield. Ja, ja, dat doe je het voor natuurlijk. Ja, sowieso, hè. even nog wat namen noemen. Ivar Schenk kwam ja. ook tegen, uh, Herkennen ons als luisteraar. En nu denk ik er opeens aan, de, voor de zomer Klasina Veen. Ja. Word ik toch opeens door een of andere blonde god voorbij uh, van Triathlon Soest? Uh, zie ik later in de uitslag dat het onze eigen Marius van de Bremer is. Serieus? Ja? ja Had ook wel even een okay. zwaaien, Marius. Ja. Maar goed, ja. dat hebben we later via Strava recht getrokken. Om dan toch, ja. we lullen veel te lang, gaan we ook nog uh. met Guido bellen. Uh, nog iets van lessen en tips erin <laughs> te stoppen. Uh, na afloop. Ik dacht echt in de. Met reflectie. Die, ja, met die kramp dacht ik, oh jee, ik, uh, ik ben een week van slag. Dit uh, is. Ja. Uh, had je augurkensap bij je? Dat ja, was, uh, dat was inderdaad. Ik dacht eraan van nou, waar, waar is de augurkensap wanneer je hem nodig hebt. Eigenlijk was het, ik merkte gewoon, het was echt heuvel op, heuvel af. Maar dat laatste stuk toen ik uh, onze vriend uh, uh, die daar langs het hek stond, Remco, had gezien. Remco boy, ja. Toen was het over asfalt. En eigenlijk dacht ik, ah, nu dit ging prima. Dus oh. dat is toch ook wel echt een verschil als je vlak loopt. Dan is die kramp echt, nou ja. Was minder. Ja. Herstel bevorderen. Ja, borrelnootjes heb ik uh, op ja, aanraden we van we jou. Ik eerlijk? Ja, Nee, ik heb eigenlijk niks speciaals gedaan. Ja, uh, jij kijkt naar ons scherm, daar staat aflevering 2. Ja. Kun je herstel bevorderen? Onze ja. conclusie is eigenlijk nee. Nee. En dus, die spierpijn is eigenlijk tuurlijk, ook alleen maar ik goed. Tuurlijk heb thuis gewoon goed gegeten en gedronken ja. en een, een Cooling down, down gedaan, maar. aflevering nee, 61. dat heeft nee, niemand denk ik, ik hè? ook nee, niet. He? we hebben daar staan kletsen. Ja. Uh, compressiekousen aangetrokken. Uh, een stuk van uh, twee weken. Ik geleden. heb ze ook niet zoveel gezien. Jij? Nee, nee ik heb ze ook nog niet. Nee. Maar onze conclusie was ja, natuurlijk in aflevering 65: dat ja. voorstel echt wel handig dat is. is. Echt wel, uh, ja. dus we moeten ze nog even gesponsord ja. krijgen. Mocht je iemand uh, zijn of kennen die dat kan doen. Um, nee, ik heb wel één uh, grote les. Uh, nou, ik wil nog één ding terug over onderweg: over keuzes. We hebben van tevoren nog met elkaar zitten appen over schoenkeuze. Ja. Dat was natuurlijk een trail door de natuur en met kans op modder. Maar ik heb inmiddels, na onze drie afleveringen inmiddels over die carbonplaten. toch ook schoenen met carbonne zolen, dikke zolen. Ja, nou daar moeten we voor corrigeren al, hè? Ja, dus ik dacht, wat ga ik nou doen? Grip of uh, zolen? En ik ben uiteindelijk toch voor de dikke zolen gegaan. Ja. Daar heb je niet zo heel veel aan op die zachte ondergrond. Maar er zaten twee keer een stukje verhard in. Ja. Daarna de aardappelweiland, naar die boerderij. En natuurlijk in de laatste ja. 800 meter naar met de finish. Ik moet zeggen, placebo of niet. Maar volgens mij voel ik het daar ook. Dat daar echt wel wat zit. En ik heb het gebruikt. Want ik moest in, uh, in uh, ronde 2 op een gegeven moment ook weer even iemand inhalen. En ik hou ook niet van klevers. Dus die heb ik net heb ik zo op het aardappelveld 2-3 ingehaald. En toen ben ah, ik ja. op dat asfalt ja, ik heb even extra aangezet. Ja. Ja. Ik denk, dat doet mentaal pijn. Dat ik gelijk er goed van wegloop. Dus daar heb ik het gebruikt. En in de eindsprint. Ja, ik, ja, kon, ik kon er ik niet van mee. Ja. Ik, bedoel, ik had mentaal ja. niet meer de kracht om uh, af te zetten. Maar... maar dat brengt mij wel tot: ik denk dat we een bepaalde correctiefactor moeten gaan loslaten. Schoenen. Als wij onze prestatie met elkaar willen vergelijken. Dat is maar ja, truc... We hebben natuurlijk nog helemaal niet verteld. Dat uiteindelijk in de uitslag was ik toch een respectabele 35. Van de in totaal 63 slagen. En wat was jouw startnummer? Ik heb hem hier nog liggen. 31. Kijk, daar word je op ingedeeld een beetje. Ja, ja, Dus jij bent lang. Ik heb iets langzamer aan de Nou, ik kan ook gewoon zien in de data. Twee jaar geleden heb ik deze ook gedaan. Waar ik echt van schrok over niet zo getraind zijn. Ik liep toen harder met lagere hartslagen. Ah, ja. Dus ik ben echt niet zo fit ja. als ik ooit was. Ik wisselde toen ook sneller en zo natuurlijk. Dus uh, nee, helaas. Ik ben 57ste. Eindtijd, eindtijd had ik uh, 2 uur en 38 ja. minuten. En, uh, oh nee, ja, dit is de totale uitslag. Ik keek bij categorie mannen eerst. Dit Dat was is 57ste. mannen. Dit is mannen. Oh, ja. Ja, je bent ook 52ste. Nou, kijk. Uh, in een totale eindtijd van 2 uur en 52 minuten. De rest ja, de kabel. dus een stuk binnen die drie. En ik ben heel blij uur. dat ik dat lopen net korter dan een uur. Want ja, 59 minuten. Van. Ja. Lopen heb ik toch relatief... Vol nou ja, liggen. uiteindelijk haal je toch daar ook mensen in, zie je. Dus ja. het is nog steeds dat ik een, een zwakke wisselaar ben. Ja. Met zwemmen ook ja, niet zoveel ja, potten breed. Er zit 14 minuten verschil tussen ons. Jij ja. zit al vier minuten in de wissel gewoon. Vier hè? minuten wissel, nou... Echt uh, Lopen denk ik vier minuten zo'n beetje... Ja. En dan uh, fietsen. Fietsen heb jij heel goed gedaan. Maar ik ja, ben ja, nogmaals. Mooie fiets ook had je. <laughs> en en uh, hey, geld aan uitgegeven. Nee, en mijn laatste les dus. Ik ben dus niet zo fit. En uh, waarom heb ik nou aflevering 51 nog even hier op het scherm gezet? Uh, de leukste online sessie over voeding. Hadden wij tien tips ja. om een beetje af te vallen. Ik ben ook gewoon een beetje zwaar. <laughs> <laughs> ik ben denk ik 3-4 uh, kilo zwaarder ja, dan ja. ik echt op racegewicht zou kunnen zijn. Dus dan moet je toch allemaal meeslepen al die 2,5 uur. Dus ik weet niet wat ik nu nog voor overmorgen, of in ieder geval. In dit valt dus nu maandag voor volgende week in de keistad nog eraf kan krijgen. Maar ik heb wel besloten, zoals Remco terecht zei: uh, snoepen, gaat er even uit. Ja, ja. En uh, nog een beetje joggen of zo. Een beetje vet verbranden. Kijken of toch nog één, twee kilo drinken. Twee dagen van tevoren. Nee, dat ga ik ook niet meer doen. Ah, nee. Okay. nee, Dus de belangrijkste lessen, uh, ja, nou ja, ik kan wat zullen we zeggen, alles wat wij in die podcast vertellen is waar. We passen het niet allemaal toe. Nee. Maar, en ja, goed. Genieten is dan toch ook wel een, een, een dingetje van, dat je denkt, oké, okay, waar, waar, wat is het doel eigenlijk precies? Waarvoor, ja. Uh, ja. En je, ik denk, het, wat ik bij mezelf toch merk, er zit altijd van tevoren een beetje nervositeit, een beetje angst van, kan ik het vandaag wel? Ja. Ja. Wat als, hè, als je echt, nou ja, of, of pech krijgt met je fiets. Ja. Of je op een gegeven moment helemaal niet in vorm bent. of inderdaad buikrampen. Uh, en dan langzaam krijg je. Nou, na, na zo'n zwemmen al het zelfvertrouwen. hé hey, man, 10 minuten sneller dan ik had gedacht. maar toen maak ik ook even afwachten. dat het eerste rondje denk ik, ja. en, en dat is eigenlijk het mooie. gewoon dat het zelfvertrouwen groeit. en dat je op een gegeven moment gaat aftellen. eigenlijk ja. ook, ook gaat lopen zwaar. Denk ik, ach, nou, dan nog maar zo'n ronde. Dit gaat gewoon goed en dat is gewoon toch wel genieten. Ja. ja, nou ja, het is sowieso genieten. Het is echt een fantastische triathlon. Dat hebben we nu heel vaak gezegd: de cross-triathlon in Renken. Maar uh, toch even benieuwd: um, hoe diep ben jij eigenlijk? Ja. Dat De perceived rate ik, of exertion. Ja, nou ja, ik zei tegen jou, 16 of op het schaal van ja, 20, 20 dan. Ja. Hè? Ja. En er zat hem niet in, het zat hem gewoon in die kramp. Dat ik echt iets had, ja, ik moet ook. Want vlieg je 16 hoogvlaag? Dat vind ik, nou, nee, nog niet extreem. Het is nee, geen hè? 20. Nee. Niet, niet zoiets dat je over die finish komt en dat je denkt: nee. dit nooit meer of zo. Ik denk dat er toch een behoorlijke rem bij mij al op zit. Een soort bescherming van ja, hij. Uh, ja. Wat, uh, wat is het doel hier precies? Dat is één. En ik had nu echt de, de rem vanwege de krampen. Oh, ja. Dat was eigenlijk. Uh, dat ik denk, ja, het, het kan ook niet anders. Nee. Ja, je moet het zomaar doen. Ik herken het wel. Ik, had ook, ik, 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 doe, ik gooi iemand op schaal van 1 tot 10 ja. uit de, de straat, Maar daar had ik ook inderdaad een 7, 8. Ja. Ja. Uh, ja, nou, na afloop ben je ook. Nou, ik ben wel want... neergegaan. Want ik heb toch die laatste kilometer dan wel oh ja. alles even meegetrokken. Ben je even gaan liggen? Nou, ja, ik ben wat? echt gaan okay. liggen. Maar ik moet je bekennen, en dat is dan misschien ook die kater. Toen ik ronde 2 <laughs> begon wilde ik eigenlijk al heel erg gaan liggen. Ja. Dus ik ging dat klaphek weer door. En ik dacht, oh, ik zou zo graag willen gaan liggen nu. Ja, ja. Toen heb ik me voorgenomen. Oké, okay, oh, dat mag. Na de naar de finish. Ja, even dat rondje ja. doortrekken en dan ja. ga jij liggen. Dus ja. ik, ben, ik ben toch echt even te aardig gegaan. Ja. Nee, ik, ik ben gewoon naar de finish. Ik kwam uh, op mijn vriend natuurlijk... Uh, die mij uh, de, de kugger uh, ook tegen. En uh, nou was een hele leuke kerel. En toen, dat deed mij ook goed. Die zei, ja... Ik ben een goede loper en de vertelde. Want ooit met een wereldkampioenschap blablabla. En bla, ja, daarom had bla, bla, hij natuurlijk zo'n nederland pakken. Ja, die ja. vent had, die was natuurlijk een stuk ouder dan ik. Maar uh, die had in zijn leven uh, veel meer van dit soort hij, Ik zei ja, dat was mijn eerste cross-triathlon. Nou, dan deed het ontzettend goed. Zeg maar. ah, dus ik, leuk. Ja, hij, leuk voor hij, de moraal. Hij wist mij ook een beetje op te peppen. Dus <laughs> nee, dan kom je al snel in gesprek en dan is het al. Uh, en het feit dat jij gewoon normaal kan praten en zo. En ja, uh, op je benen ja. kan blijven staan, denk je. Kortom, we zijn niet diep genoeg gegaan. Nee. Maar ik moet zo ook zeggen dat, dat, dat ik was ook wel aan het voelen. Uh, ik wil natuurlijk altijd nog heel graag een keer half triatlon ja. doen. Of verder en langer. Een beetje dat dieselen. Daar zat ik wel. Ja. Ik had in dat bos ook wel het idee... ja, als we nu nog vier rondjes moeten... kan het ook. ook. Ja, ja, precies. He? Dus, uh, ja. En met lopen had ik dat idee iets ja. minder. we hebben iets minder getraind. Maar, het is uh, anders dan een sprintrit los. Het is echt alleen duidelijk. maar hard, diep ja. en rood. Ja. Dus dat ga ik zondag doen in Amersfoort. Ja. Laten we bij naam. deze... Uh, roep ik alle kijkers, luisteraars op... Uh, kom naar me toe. Ik hoop dat ik je naam herken. Jij <laughs> kent ons natuurlijk. Het is ook grappig. Dat zei Ferdinand nog na afloop op Strava. Zeg ik heb tegen hem... Ferdinand, leuk je te ontmoeten. Hij zei... Ja, ik had toch het gevoel dat ik jullie al een beetje kennen. Ja. ja, dat is natuurlijk andersom wel zo. Um, we gaan deze lange aflevering nog een beetje verlengen. Om even te gaan bellen, zoomen met onze succescoach Guido. Even horen hoe het nou komt Over dat zijn, zijn atleten ja. zo succesvol zijn. Hoe hij zijn weekend heeft beloofd. Als je het helemaal gehad hebt, dan skip je maar. Je hoeft niet te luisteren. Wij vinden het leuk. En uh, we gaan lekker racen. We gaan uh, mooie dingen doen. We gaan hopelijk nog veel meer luisteraars ontmoeten. Laten we deze elk jaar sowieso gaan doen, denk ik. Ja, misschien een soort slimmer presteren. Dat we Renkum een Renkum, beetje adopteren uh, als ja. uh, onze favoriete ja. race. Ja, laten ja. we daar eens over nadenken. En uh, we houden ons aanbevolen voor mooie wedstrijdjes uh, in het land uh, om naartoe te trainen. Triathlonseizoen loopt natuurlijk al bijna weer een beetje op zijn eind. Maar uh, we gaan lopen. Like. De Devil's Trail ga ik nog doen. En misschien wel Rotterdam. Hè? Ja. ja, hij staat nog 24 misschien, oktober. Hè? Nou, weet je wat het is? Ik heb wel een soort van stipje gezet. Ik ga naar naartoe trainen. ben ook wel aan het aftellen. Ik geloof, ik geloof eigenlijk niet uh, dat, dat hij doorgaat, maar ja. dat uh, zullen we tegen die tijd wel zien. We zien het. Mooi, we gaan uh, bellen met Guido. Oké. Okay. We gaan zoomen met zoomen. Zoom zoom zoom. zoom. Vroom vroom. Guido. Ja, Guido, goedemorgen. Goedemorgen, heren. Hey, van harte gefeliciteerd. Daar moeten we maar eens mee beginnen. Fijn weekend ja. gehad, hè? Dank je wel. Ja, wat een ja. weekend. Voor de mensen die het gemist hebben, wat we refereerden je? er al even aan ja. in de aflevering. Uh, twee van jouw atleten hebben het bijzonder goed gedaan. Aan de Terpstra werd tweede bij de wereldkampioenschappen mountainbiken. En uh, Jetse Plat pakte gewoon weer goud op de Olympische Spelen op de triathlon. Uh, beste meneer de coach, mogen wij een eerste reactie? Hoe, uh, hoe kijkt u hiernaar? Ja. Ik ben ondertussen alweer een beetje afgekoeld van alle emoties en uh, uh, juichmomenten. Je, hebt me niet, je had me niet moeten zien hier voor de tv met alles volgen. Uh, het was geweldig. Ja, ik, vind het, ik, ik denk dat ik nog meer stress heb van alles dan, dan zij zelf. Uh, want ja, op een gegeven moment zit ik voor die tv af te wachten en ik zie hoe het gaat. En dan hoop ik maar dat, alles, uh, hè, dat er geen pech toeslaat, want ik zie dat het geweldig gaat en uh, ja, het, het is, ik vond het echt super om te zien. Want, uh, zeker die race van, van Anne. Ja, laten we daar eens mee beginnen. Uh, voor de, voor een... de mensen die hem niet ja. gezien hebben. Hoe, hoe zou je die in een paar zinnen omschrijven? Kijk, kijk wat, wat gebeurde er daar? Ja, de start is eigenlijk alwets zoals ze het altijd heeft. Um, er zijn een aantal dames die hebben veel meer explosiviteit. Dus die knallen hem er meteen hard in. En uh, Anne is meer van die consistente rondes. En um, die, die eh, blijft ook heel consistent rijden. En die heeft alleen niet een hele keiharde ronde in het begin. Dus daar verliest ze wat. Maar dan zie je dus elke ronde: het waren nu hè, de vijf rondes. Ze komt steeds, nou, schuift ze steeds wat verder op. En als ze een technisch parcours heeft, wat dit, wat dit parcours heel erg was. Hè, en daar komt ze, dan zie je bepaalde passages. Daar slaat ze steeds haar slag. En daar pakt ze heel veel. Tijd weer terug op iedereen, haalt ze in. En zo schuift ze steeds verder naar voren. Ze zat in een groepje, achtervolgend groepje. Eh, op de, eerst op Veron eh, Privo en da, eh, eh, die lag ver voor. Ze schuift eh, in dat groepje langzaam naar voren. En Evie Richards was daar ondertussen eh, uitgereden op weg naar eh, Pauline Veron Privo. En eh, die reed daar naartoe en zelfs voorbij. En Anne vo vertrok ook uit dat groepje. En die pikte Paulien Pervo ook op. En die ging dan meteen ook direct, zei ze. Dat heb ik al later nog gesproken. Ja, ik wilde niet bij Pauline in het wiel blijven zitten. Want eh, dan weet ik het wel. Dan gaat ze van die nou ja, rare trucjes uithalen. Eh, met eh, plotseling remmen en zo. Dus direct eroverheen en weg. En zo, eigenlijk, lag ze toen op de tweede plek. Ja, en toen was Evie Richards eigenlijk had ik haar verwacht dat ze zou instorten, maar ze reed net zo sterk. Weet je, er, er gebeurde niks tussen bijna, de afstand tussen Anne en haar. Dus ja, er was helaas niks meer aan dicht te rijden. Maar ja, een tweede plek op het WK was echt super. Ja, maar ja, ja cool. al, ik als uh, kritisch journalist zeg ja, wel een ja. beetje Hallo. laat gepiekt, hè. Ik bedoel, die Olympische Spelen die zijn toch net even belangrijker dan was ze. Vijfde, nee, al top natuurlijk. Het was enige ja, ja. En dan ja, EK, EK terug. tweede en nu WK tweede. Dit is inderdaad wel een, een topseizoen eigenlijk. En jammer dat het afgelopen is, want dit... Het was uh... één, ja. Nee, het is nog niet afgelopen. Oké, okay, de wereldbekers of zo komen nog. Uh... Ja, ja, komend nou, kom weekend is er nog World Cup. Oké. Okay. daarna is er nog Nederlands kampioenschap en dan nog een World Cup. En dan mag ze echt met de voeten omhoog en dan mag ze even twee weken in ieder geval niet fietsen. Ja. Kortom, niet te kritisch op de periodisering nee, het is van de coach, alsjeblieft. Ja, echt super. Uh, hey, ja. En dan, uh, want ik wil zo. Nee, het is geen lange piek geweest. Ja, precies. Ja. Ik, wil, ik wil zo horen hoe het voor jou was als coach. Maar even dat andere verhaal uh, in Tokio: Paralympische Spelen. Ik heb zelf de laatste minuutjes gezien, uh, zag ik, maar dan zag ik Jetsen uh, in zijn eentje ver vooruit over de finish ja. komen. Maar hoe, hoe is die race ja. verlopen? Ja, dat was echt precies volgens nou ja, het plan. Hij moet altijd, um, vanwege, uh, in, de, in zijn categorie heb je er meer gehandicapt en minder gehandicapt in die categorie. Dus die wat meer gehandicapt zijn, die krijgen 3 minuten 8 seconden voorsprong. Ja. En daarna komen uh, de wat minder gehandicapten dan, die iets meer kunnen met onderlichaam uh, en de anderen hebben wat meer uh, verlamming. Dus die krijgen die voorsprong. Hij gaat 3 minuten 8 later starten en vol in de, in de, in de achtervolging dan. Um, hij komt uit het water op 57 seconden, dus hij heeft al meer dan twee minuten achterstand goed gemaakt. Ja, dat is ook precies volgens plan. Hij wisselt snel, gaat in de handbike en eigenlijk in die wissel heeft, is hij al, de eerste twee heeft hij al eentje al van te pakken. Doordat hij sneller wisselt en sneller in die handbike zit. En na vijf kilometer heeft hij eigenlijk Achenza, degene die op kop lag, te pakken. En vanaf dat moment was het eigenlijk uitrollen voor hem. Hij, 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 hij had zoveel power, zei hij. Het ging zo makkelijk. En in de, in de racerolstoel daarna, de laatste vijf kilometer. Ja, daar hebben we ook gezegd: als je daar gewoon volgens plan al twee minuten voor ligt, rol maar gewoon rustig uit. Het maakt niet uit die tijd. Je moet gewoon daar die plek winnen. En uh, that's it. De rest kun je allemaal energie sparen. Goud is binnen. Want hij moet nog twee races. Ja, het is jammer. Uh, als dit uitgezonden wordt, is het vrijdag. Dan weten wij of hij nog die twee gouden plakken extra heeft. Ja, Op dit moment niet. Maar ja. ja, dat is dus eigenlijk ook uh, nee. ja, daarom dat energie besparen voor die twee andere races. Nog even over. Jij zei ja. dat uh, de handbike ging als een tierlier, Heb jij de vermogensdata al uh, <laughs> meteen gezien? Want hij, ik las wel ergens dat hij makkelijk de 250 haalde, nom, wat hij normaal doet, of dat dat wel ging. Klopt dat? Zat ja. hij daar uh, makkelijk aan? Was dat ook zijn doel? Ja, het doel was een beetje zeg maar tussen de 230, 250 te rijden. Dus dat is wel iets onder zijn drempel en dat is uh, eigenlijk zat. Maar in het begin geeft hij dan wat meer gas, omdat eigenlijk dat gat wat hij heeft, om dat dicht te rijden, en daarna, als hij op kop ligt, dan zie je dat hij langzaam steeds weer uitloopt en uitloopt. Niemand komt dichterbij. Um, hij had uiteindelijk 30 minuten nog wat uh, op de handbike. En de, uh, de nummer 2 had 32 minuten. Dus daar loopt hij ook al twee minuten op uit. En dan hoeft hij eigenlijk minder dan 230 watt, heeft hij daar dat laatste stuk nodig, om gewoon uit te lopen. Ja. Dus dat is zat. Ja. Ja. Hé, hey, uh, want dat vind ik wel bijzonder. Jij zou eigenlijk nu in Japan zijn. Ja, en dan was hij sowieso niet bij het WK Mike ja. geweest, maar je was nu ook niet in Tokio. Je zit thuis. Hoe, hoe werkt dat als trainer, coach op afstand? Zijn de atleten, hebben die dan nog iemand anders langs de kant van de baan staan? Of vertel eens, hoe, hoe gaat het in zijn werk? Ja. Ja, het, het, ons, ons oorspronkelijke plan. Um, was uiteraard dat uh, ik eigenlijk vanaf het de, de, de vertrek hier naar Tokio twee weken wilden we daar zijn eerste week acclimatiseren en nog trainen, parcours nog bekijken uh, en dan uh, um, naar de wedstrijden toe ja, door alle restricties was dat sowieso, die twee weken was al van de baan um, toen werd het al beperkt tot um, één week nou, daar kun je eigenlijk als Samen nog iets trainen en zo was al heel beperkt. En toen kwam de volgende beperking eigenlijk ook nog vanuit uh, um, NOCNSF te horen: dat ze eigenlijk het niet voor elkaar kregen, naast de triathlon-licentie oh, uh, 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 licentie die je uh, als uh, uh, bezoeker daar krijgt um, een coach-licentie voor de handbike dat te regelen. Oftewel, ik zou dan na de triatlon weer naar huis moeten. Zonder dat ik de handbike nog mee kon maken. Nou ja, dat was op een gegeven moment zo'n uitgeklede versie. Toen hebben we dus samen ook gewoon besloten. Van, weet je, we gaan in Nederland. En we hebben dus nog twee weken in Limburg samen getraind. Alles regelen tot in de puntjes. Zodat je er klaar voor bent. Je gaat dan zelf die, uh, de laatste week naar Tokio. Waar je nog een paar kleine dingetjes hoeft te doen. En dat kan allemaal op de tax Als je daar verder geen buitenmogelijkheden hebt. De, uh, de begeleiding vanuit de Bond, vanuit de Triathlonbond, um, die helpen je bij de wedstrijd als handler. Wat ze ook al, al heel vaak doen. Jelmer van Waveren die, die staat daar al, altijd klaar om te, eventueel een beetje te ondersteunen. En uh, vanuit het water de rolstoel te duwen naar zijn handbike. Um, en bij de, uh, um, daarna bij de handbike, tijdrit en, en wegwedstrijd, daar valt hij dan onder de knwu Paracycling uh, bond. Dus. Daar wordt hij daar eventueel ondersteund. Wat nodig is hè, met uh, uh, materiaal en allerlei andere zaken. Dus ja, daar, is, daar kan, hoef ik dan ook niet veel meer aan te doen. En ik heb gewoon nou ja, dagelijks eigenlijk contact met hem. Ja. De, maar dan huis. ben je dus tijdens de wedstrijd. Hè, je bent dan vooral zijn trainer. Je bent tijdens de wedstrijd niet meer aan het coachen. En dat geldt dan eigenlijk ook, begrijp ik nu bijvoorbeeld, voor Anne Terpstra. Jouw leed bij het WK Mountainbike. Tijdens de wedstrijd ben je daar dan niet. Ja. Is dat eigenlijk normale gang van zaken? Nee. Uh, ja, wat is normaal. Uh, voor onze samenwerking zoals het nu is, wel zo. Ja, voor ons is dat wel zo. Ik heb, uh, ik heb hele goede banden en contacten met Ghost. Uh, Thomas, haar vriend. Uh, en ook nog Andy, de, de, de mechanieker daar. En vanuit de bond Gerben de Knecht. Weet je, die staan daar altijd. Uh, daar, kun je ook nog, daar kan ik er ook nog eens gaan bijstaan. Uh, maar tijdens een wedstrijd. Je als, hè, trainer, coach, kun je als trainer, coach, is jouw invloed wel heel beperkt. Je kunt wel zeggen van ja, er is wel heel veel invloed en belangrijk en moeilijk. Eh, als ik eerlijk ben, kan ik, kan ik daar wel leuk gaan staan en, en bepaalde dingen roepen. Maar mijn invloed is daar heel beperkt. Ik denk dat mijn grootste invloed in alle maanden ervoor ligt. Hè. Ja, mooi. En ook het feit dat zij dan uh, besluit tijdens de race om langs uh, die, uh, die, die Française echt in te halen en zo... Worden, ik, ik lees ja. altijd dat scenario's die worden allemaal tot in den treuren al besproken. Wat als zus. Wat als zo. Is dit ook een ja. scenario wat nou. inderdaad al, al ooit besproken is? Van wat doe je als jij komt? Nou ja, of? Ja, 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 ja. Pauline kent ze natuurlijk al heel lang. Ja, Pauline kent zij al heel lang. En ze weet van de bepaalde nou ja, tactieken van Pauline. Daar, daar moet je haar niet in laten gaan, want dan. Word je zelf daar vaak de dupe van? Ja. En, en sommige rensters kunnen bijvoorbeeld keihard wegrijden. En, en denk je van ja, die blazen zich wel op, laat maar gaan. Of als je dan in een groepje rijdt, dan heeft zij, en dat zag je ook bij uh, de wedstrijd in Tokio. Jolanda Neff zat toen in haar wiel. En bij de, de beruchte plank. Ja. Um, was er ook zo'n remactie van Pauline waardoor Jolanda ineens moest uitwijken. en die pakte hem wel. Perfect op, hè, en die vangt het op. En ja, zag, daar zag je al, die zat echt heel goed in de vel. En die rit heel sterk. Maar dat zijn van die dingen die je van tevoren bespreekt. En denk je, ja, maar laat je niet verleiden in die situatie. Als je daarin komt, blijf niet in dat wiel hangen. Passeren. Weg erlangs. Of voor de, de vorige rijden. Oké. Okay. Ja, en nog even dan, die, de appjes van, uh, van Jetsen nu. Is dat echt inhoudelijk van... Uh, wat moet ik straks ja. nog doen? Of is het meer van. Uh, jij vraagt hem. En hoe is het, Jets? Uh, voel je je lekker? En hij zegt. Nee, gaat goed. Prima. Uiteraard. uiteraard. Dat laatste, uiteraard. Hè, weet je, daar, gaat het al, daar begint het altijd mee. We zitten goed in je vel. En dan merk ik al aan hem. Ik heb ook nog over een facetime met hem uh, gesproken. En hij zelfs direct, hè, nog, geen, uh, nog geen half uur na de wedstrijd uh, belde hij me al. Dus nou, dat, dat soort dingen. Weet je, dan daar zie ik al. En dan merk ik al aan hem. Hij, is, hij zit zo goed in zijn vel. Eh, en dat geeft van mij ook gewoon heel veel vertrouwen. En wat we dan nog wel bespreken, zoals. Eh, het is nu nog vlak voor die tijdrit. Ja, wat, wat is de setup van die, van die fiets? Eh, je weet, we hebben er al vaker wel eens over gehad. Over hoe die fiets is opgebouwd. En, en welke wielen pakken we? Wat voor keuzes maken we? Ja, daar hebben we het wel nog over gehad. Dus nu vandaag, of dat is dan vannacht hier. Eh, hij Gaat met toespookwielen rijden. Omdat de vlaar, windvlagen toch nog wel best pittig zijn. Terwijl er niet heel veel wind is. Maar de vlagen die geven dan voor een dichtwiel voor te veel hinder. Aha. Wat leuk, Guido. Wat leuk dat we jou uh, dichtbij hebben in deze podcast. En dat we jou dus ook na aanleiding van dit uh, succesweekend even kunnen horen met wat uh, inside info. We zijn. Uh, Ontzettend trots op je. En uh, op jou als coach, als jouw onderdeel van de podcast. En natuurlijk op jouw atleten. Niet alleen die twee winnaars van dit weekend, maar iedereen uh, bij je stal. Dus uh, dank voor dit inkijkje. Ja, 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 ik ben nog met name trots op al die, uh, die atleten die ik onder mijn begeleiding heb. En die dat allemaal eigenlijk presteren. Ik ben eigenlijk alleen maar een beetje. Nou ja, weet je, ik help ze met bepaalde dingen. Om het goed mogelijk te zijn op het moment dat zij het willen. Dat lukt vaak, moet ik zeggen. Dus dan, dan vind ik het ook geweldig dat, 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 ja, dat, dat zij dat kan kunnen presteren. Nou, ja, dat doe je toch goed. iets goed. Uh, Mooi gedaan, jongen. Zullen we onze ja. Riedel uh, daar ja. maar eens naartoe praten? Dat we dan zeggen: mocht jij nou. De atleten van Guido Vroemen of Guido Vroemen zelf willen feliciteren, bijvoorbeeld. Ja. Dan kan dat op een aantal manieren. Of als je nog aanvullingen hebt op ons raceverslag ja. uit Renkem. Dan kan je ons bereiken op de @slimmePodcast, op Twitter en op Instagram. Of natuurlijk at sportarts op Twitter of at uh, Guido op Instagram. Uh, tag ons allemaal, dat vinden we hartstikke leuk. En uh, dan komen die berichten vast wel bij die atleten ook terecht. Je kan ons natuurlijk uh, ook vinden op het internet met een website www.slimmerpodcast.nl. Dan vind je van iedere aflevering een pagina. Naar waaronder jou kan reageren, vind je de video, de audio, alles bij elkaar. En je kan ons mailen op post-slimmerpodcast.nl. En tot slot, Jurgen vroeg het net even aan Guido over scenario's voor de wedstrijd. Om het even helemaal rond te maken. Ik heb Jurgen uitgedaagd en mezelf om voor onze race in Renkum vrijdagavond even onze scenario's en verwachtingen vast te leggen. Zodat we niet achteraf konden zeggen dat het allemaal anders was. Dat materiaal hebben we nu even nog als bonus toegevoegd helemaal aan het einde van deze aflevering. Blijf luisteren en je springt terug naar vrijdagavond 27 augustus. Dat was het voor deze week. De meest actuele aflevering ooit, denk ik. En uh, tot volgende week. Ja, tot volgende week. Hey Guido. Nou, hey Gerrit, jongen. Hoe is het? Uh, klaar voor morgen. Het is nu uh, vrijdag, half vier. En ik sla het uh, programma boekje maar eens open. Van de zevende Corostria uh, Morgen. In Renkum. En uh, nou ja, dat heb jij al lang gedaan. Um, je hebt zelfs het parcours voorbereid. Uh, dus ik vermoed dat, uh, qua voorbereiding, jij echt uh, 2-0 voorsprong hebt op mij, minimaal. Daarbij, uh, ja goed, we kunnen het niet ontkennen. Hè. Ik wil uh, een leeftijdsverschilletje. Dat telt ook wel mee, denk ik. Uh, maar aan de andere kant, ik, uh, ik heb er zin in. Ik voel me fit voor mijn doen dan. Hè. Daar moet ik er wel even bij zeggen. Maar ik heb natuurlijk wel de verkeerde keuzes gemaakt. Hè. Een, 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 een hitte stage in Kroatië terwijl het morgen 90 graden is en een buitje. Ja, daar heb je natuurlijk niks aan. Maar goed, ik, dus als ik kijk, toch een beetje de inschat van de kansen. Wie er van ons als eerste het finish komt, ja, dan dicht ik mezelf redelijk weinig kans toe. Maar je weet het niet, de wonderen zijn de wereld natuurlijk niet uit. En uh, ja, goed, jij kan ook uh, weer uh, zoals uh, jou, uh, jou wel past als uh, jonge hond te hard van sta stapel uh, lopen. Uh, pech onderweg, ja, dat, uh, dat gun ik jou natuurlijk niet. Of wie weet, heb jij uh, tijdens de verkenning van het parcours wel een, uh, over een plankje gereden wat morgen is weggehaald? Wie, wie weet. Nou jongen, hey, um, mocht ik jou uh, desalniettemin uh, inhalen ergens. Kijk, dan ben ik natuurlijk niet behoerd om samen met je op te lopen en uh, je over de finish te helpen. Net zoals uh, Abdi Nagea deed. Het zijn uh, Belgische tegenstander. Maar uh, vooralsnog uh, ga ik er vanuit uh, dat, uh, dat wanneer ik de finish passeer, jij er al bent. En uh, ja, goed. Uh, dat is eigenlijk ook uh, mijn hele doel. Gewoon lekker, uh, lekker finishen. Uh, zo heb jij mij ook overgehaald om mee te doen. Uh, dit was geen uh, triathlon uh, uh, waar het om de tijd ging. Maar juist om, uh, om de gezelligheid, uh, de mooie route, de mooie omgeving, uh, de leuke mensen. Nou, daar ga ik dan voor. En uh, ja, dat jij dan mij uiteindelijk ja, toch de vraag stelt wie er gaat winnen, dat zegt genoeg over jou, waarschijnlijk. Ik wens je heel veel succes morgen en uh, we zien elkaar. Hoi, hoi. Het is vrijdagavond 27 augustus. Morgen vroeg is het zover. We gaan weer racen. Met de fiets even helemaal nagelopen. Ik ben druk bezig om de spullen te pakken. En toch even om de geschiedschrijving vast te leggen. Bij deze inspreken wat mijn verwachtingen zijn voordat het zover is. Want ja, morgen gaan we lekker samen sporten. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar het is ook wel een beetje slimmer presteren podcast. De battle. Jong. ...tegen iets minder jong, maar allebei uh, vitaal. En uh, van de week werd ik al van een aantal kanten gevraagd uh, door mensen... ...nou, wat denk je, ga je winnen? En ik moet bekennen, ik weet het niet zo goed. Heel snel mijn afwegingen. Zwemmen... ...in de basis ben ik wellicht sneller als ik getraind ben. Maar ik heb de afgelopen jaar heel weinig zwemmen getraind. Terwijl Jurgen... Ik heb veel zwemmen getraind. Nou, het goede nieuws is, het is best fris. Dus we mogen zwemmen met uh, wetsuit. En ik denk, hoop dat dat in mijn voordeel is. Dus ik hoop dat ik in het zwemmen net iets voor Jurgen uit het water kan komen. Want het fietsen, daar maak ik me een beetje zorgen over. Ik denk dat ik hem bij zou kunnen houden, maar ik ben zeker niet sneller. Dus, uh, nou ja, hopelijk uh, zie ik hem ergens, kan ik erbij. En dan Jurgen, heel gemeen. Maar wat ik nu denk, hè, die mentale wedstrijd. Ik denk, uh, ik heb natuurlijk parcours uh, verkend. Er zitten drie kleine klimmetjes in. Ik denk, als wij elkaar tegenkomen en ik moet je lossen, dan ga ik gewoon een beetje onevenredig hard zo'n klimmetje op. Dat jij denkt, nou nah, zeg maar, zo'n tempo gaan we niet klimmen. Dat is allemaal in de mind. Want daarna weet ik dan, dan kan ik daarna wel uitrusten. Maar goed, dat is de raceplan hè. En uh, lopen, ja lopen weet ik ook niet zo goed. Ik denk in, in de basis, gewoon qua motor, loop ik wat harder dan Jurgen. Ja, het moet er allemaal maar uitkomen. Maar ja, en dan komen we bij het laatste probleem. <laughs> Heeft te maken met deze week. Ik zeg altijd al, ik drink geen alcohol. Ik doe alles voor de prestatie. Vooral voor mijn kop hoor. Om scherp te zijn in mijn hoofd voor het werk wat ik doe als presentator. Moet ik heel veel dingen onthouden, dingen overzien. Maar een paar keer per jaar zet ik wel eens de joker in. Nou, dan drink ik een avondje wel. Omdat het nou helemaal zo leuk is of een bijzondere gelegenheid. Nou wil de pech dat wij gisteravond onze live online events kerstborrel hebben gehad. Wat, kerstborrel in augustus? Ja, die was wat uitgesteld door de maatregelen. Die hebben we gisteravond ingehaald. Dat was bijzonder gezellig. Joker ingezet en ik loop dus al de hele dag met een knallende kater rond. Ik hoop dat als ik morgen vroeg wakker word en om acht uur hier vanuit Leersum naar Renkum vertrek, dat die weg is. Ik hoop dat ergens het feit dat ik vanmiddag gewoon ouderwets als een student tussen elf en vier op bed heb gelegen, ...mij nog een soort extra rustboost geeft. Maar ja, ideaal is het niet. Matthijs zei vanmiddag al... ...nou, dan heb ik me bij deze in ieder geval vast ingedekt. Als ik hem van Jurgen verlies, zeg ik... ...ja, maar ja, omstandigheden. Omstandigheden, excuses. Ik heb er zin in. We gaan elkaar spreken.